Ik ben zeer verheugd dat wij bereid hebben gevonden professor Govert Buijs vandaag hier als keynote speaker te verwelkomen. Govert Buijs is hoogleraar maatschappelijke en economische vernieuwing aan de VU in Amsterdam en is mede-auteur van een recent verschenen boek Capitalism Reconnected. Een boek wat hij samen met voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende heeft geschreven en waarbij men de vraag heeft gesteld: wat zijn eigenlijk de belangrijkste inzichten van het nieuwe economische denken en hoe moeten we die plaatsen in een geopolitieke context en een geo-economische context die duidelijk aan het veranderen is. Na Govert zullen we het woord geven aan collega Philip Joos. Philip is hoogleraar accounting aan de Tilburg University en houdt zich met name bezig met de vragen hoe als een bedrijf duurzaamheid omarmt en ESG omarmt, wat voor implicaties er zijn voor de bedrijfsvoering, hoe meten we performance, wat zijn de doelstellingen die we stellen en wat is de impact op basale bedrijfsprocessen. Onze panelleden vandaag, een diverse groep. We hebben Robin van Dalen. Ik verwacht haar elk moment, ze is iets wat vertraagd. Robin is sociaal ondernemer, oprichter en co-CEO van Inuka, een B-Corp. Voor de kenners, een for-benefit corporation, een sociale onderneming. En Robin zal deelnemen aan het panel. We hebben Robert Metzke. Robert is binnen Philips verantwoordelijk voor duurzaamheid en ESG, rapporteert aan de Raad van Bestuur. En Sandra Schoonhoven van ING. En zij is reeds jaren bezig met duurzaamheid en klimaatrisico's. En is op dit moment leider van het expertisecentrum op het gebied van ESG disclosures binnen de ING-bank. Interessant panel, interessante keynote sprekers. Mijn naam is Ronald de Jong. Ik ben praktijkhoogleraar aan Tilburg University. Ik houd me met name bezig met onderwijs op het gebied van leiderschap en duurzaamheid. En het is een plezier om vandaag zoveel mensen te mogen ontvangen en deze discussie te mogen leiden. Ik wil graag het woord geven aan Govert Buijs. Govert, de floor is yours. We zijn erg benieuwd naar jouw keynote speech. Hartelijk dank Ronald voor de introducerende woorden. Dank voor de uitnodiging hier te zijn in Tilburg. Sommige bekenden in de zaal ook, dus heel mooi dat jullie hier zijn. Ben ik goed? Ik moet nog mijn ding aanzetten. Ja, anders kan ik blijven staan. Even kijken. Ja, zo is het beter. Kijk aan, helemaal goed. Ja, en niet duiken. Ja, helemaal goed. Ja. Ja, en ik wil eigenlijk Tilburg wel feliciteren dat jullie een kenniscentrum hebben op het gebied van brede welvaart. Daarmee jullie toch volgens mij een koploper zijn voor hele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. En goed dat jullie hier ook in de Studium Generale aandacht aan besteden. Ja, zelf ben ik, dat is een beetje mijn handicap, ik ben geen econoom, maar ik ben filosoof. En ja, dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Zeg maar, het echte economische verhaal komt straks, dat is van Philip Joos en de discussie daarna, dat is bij de Horowitz de Rood. Ik hou een algemener verhaal, wat hopelijk ook relevant kan zijn. Namelijk, de hele vraag naar, en dat proberen we ook in ons boek te doen, Capitalism Reconnected. Hoe orden je nou een markt, zodat inderdaad het eigenlijk over welvaart gaat in brede zin, in plaats van alleen over winstmaximalisatie of bruto nationaal product verhogen enzovoort. Dus daar wil mijn thematiek over gaan. En ik wil even stilstaan. Ik begin bij het overlijden van Bob Goudswaard. Voor mij een zeer inspirerende, een van mijn grote inspiratoren moet ik eigenlijk zeggen in deze thematiek, die dit weekend is overleden. Ja, ik was een soort van tribuut aan hem, wil ik hem het ook graag even in dit moment noemen. Ja, wat hebben wij gedaan met Jan-Peter Balkenende en ik? Een aantal jaar geleden ontmoeten we elkaar rondom de thematiek van hoe moeten we nou eigenlijk verder met onze economie? En daar kunnen we zelf iets over zeggen, maar eigenlijk is het mooi als we een wat breder maatschappelijk debat daarover kunnen organiseren. We kunnen niet zo'n heel groot maatschappelijk debat als ooit over kernenergie wel gevoerd in de jaren 70, maar toch ook iets doen. En we hebben gedaan met een heel aantal visionaire economen hebben wij, toch wel in coronatijd inmiddels, hebben wij via Zoom daar in dialogen mee gevoerd, internationaal. Een paar Nobelprijswinnaars daarbij. Dat was een zeer interessant. Je kunt het nog nakijken op het pakhuis van site van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. We hebben een denktank van jonge economen ingericht. We hebben mensen gevraagd om gezichtspunten in te dienen. En ook een essaywedstrijd gehad. En nou, uiteindelijk is dat terechtgekomen in dit boek Capitalism Reconnected. Wat, ja, die zat ook in de zaal. Kim Putters, die heeft het eind januari, toen nog onwetend van zijn latere opdracht, in ontvangst genomen. Dank daarvoor nog. Ja, wat ik me vandaag dus wil doen is eigenlijk een paar problemen van de vrije markt bespreken. Of wat voorbeelden. Ook te kijken waarom eigenlijk een markteconomie. De ontsporing van de markt, dat is ook al een groot risico. En dat heeft Marx geanalyseerd in eerste instantie. De inbedding van de markt. Nieuwe ontsporing van de markt, lijkt ons een golfbeweging zien in de geschiedenis. Hernieuwde inbedding van de markt. En ja, de geopolitieke aspecten daarvan. En ik wil eindigen met een voorbeeld. Nou, die techniek van brede welvaart is natuurlijk centraal vandaag de dag. En ik heb even maar de CBS-definitie gepakt. De kwaliteit van leven, hier en nu, iets anders dan bruto nationaal product. Maar de kwaliteit van leven hier en nu. En de mate waarin het ten koste gaat van kwaliteit van leven van latere generaties. Of die van mensen nu al elders in de wereld. Dat is een hele spannende, die laatste eigenlijk. Die eigenlijk nog... veel debatten over brede welvaart eigenlijk nog wel ondergesneeuwd blijft eigenlijk. Dan gaat het eerder over ecologie dan over internationale rechtvaardigheid. En de vraag natuurlijk, helpt het kapitalisme hierbij? Of is dat een destructieve kracht in dit geheel? Nou, dat is een spannende vraag die ik dit vanmiddag met jullie zou willen bespreken. En ik geef maar wat casussen die te denken geven. De financiële crisis, de protesten naar aanleiding daarvan. Of dit is een mooie, wie weet wat het is? Een groeilamp. Ja, maar het is een bijzondere groeilamp. Kent iemand dit? Ja, die hangt in een brandweerkazerne ergens in Brandweer. Die hangt in een brandweerkazerne in Californië, ja. En daar hangt en brandt hij al sinds 1902. Ja, dus het is de langst brandende gloeilamp ter wereld. En men kon dus in 1902 gloeilampen maken die eigenlijk nooit meer stuk gingen. Maar ja, het verdienmodel. Waar in vredesnaam, als je goede lampen maakt, dan op een gegeven moment is de markt vol. En dan kun je wel stoppen als Philips zijn of als Osram of iets dergelijks. Dus wat heeft men gedaan? Er is ongeveer 70 jaar heeft men gedacht dat dat een samenzweringstheorie was. Dat is toch makkelijk gezegd. Er zal vast wel een afspraak gemaakt zijn tussen die grote bedrijven dat een gloeilamp niet langer dan 1500 uur mag branden. Nou, dat geloof ik niemand dat er echt afspraak echt gemaakt had, maar het verhaal ging. Ja. Halverwege de jaren 90 zijn het archieven van Osram zijn de noodtulen van de betreffende vergadering boven tafel gekomen, inclusief citaten van Frits Philips, waar inderdaad gezegd worden afspraken gemaakt zijn. Inderdaad, dat was dus waar. Ik heb daar een keer een column over geschreven, een paar jaar geleden. Een hele boze reactie van een Philips-ingenieur. Die zegt, ik kan ook wel lampen maken die even blijven branden. Het gaat om hoe vaak je hem aan en uitschakelt. Nou, daar zit ook wat in overigens. Maar toch ook, dit is wel degelijk. Er worden afspraken gemaakt. Wat tegenwoordig noemen dat embedded aging. Ja. En kennelijk is dus het kapitalistische stelsel zo ingericht dat je moet produceren en blijven produceren, anders dan is jouw verdienmodel is er niet. Als je iets niet produceert, dan verdien je ook niks. Nou, hier in die brandweerkazerne en even een indruk van afval van lampen, dit is een klein beeldje, maar wat voor immense rotzooi zoveel lampen in de loop van deze eeuw gemaakt hebben. Dat is maar een voorbeeld. Of een ander voorbeeld van de markt. Dus, u ziet momenteel draait ook weer die Doopsick-serie op de Nederlandse tv. Een wondermiddel tegen pijn. Mensen raken ernstig verslaafd. En wordt door de keiharde marketing wordt dat weggedrukt en ontkend. En een beetje een verzwegen genocide. Waarschijnlijk zo'n 500.000 mensen die daaraan gevolgen zijn. Overleden vanaf halverwege de jaren 90. Gigantisch. Ja. Enorme winsten voor Purdue Pharma, Die ook heel goede dingen mee deden, van allerlei kunstobjecten enzovoort in musea. Dus een goede naam, tegelijkertijd met een smerig product, zou je kunnen zeggen. Wat je eigenlijk ziet is dat is ook in de hedendaagse maatschappelijke onrust, populisme enzovoort, die wordt vaak gericht op politici en op de politiek. Ja. Dit is interessant, een onderzoek uit 2016. Want juist financiële crises, zoals bijvoorbeeld de financiële crisis waar wij het meegemaakt hebben, eigenlijk aan de grondslag liggen vaak van veel maatschappelijke onrust. Ja. Dat mensen dus in hun bestaanszekerheid, juist door het bedrijfsleven ook ondergraven zijn, dat het ondermijnd is, dat ook tot grote maatschappelijke onrust leidt. Dus de maatschappelijke rol van het bedrijfsleven is ook heel belangrijk daarin. Ja, politici die trekken meer de aandacht, maar goed om dat ook in de gaten te houden. Dit is een Novo Nordisk, en die is nu bekend geworden vanwege een ander middel net eigenlijk, omdat een van de middelen tegen insuline ook heel goed werkt tegen obesitas, afslankmiddel. Dat is een bijeffect eigenlijk, hè, maar het is de grote insulineproducent in de wereld. En een aantal jaar geleden waren natuurlijk bedrijven die houden een strategische bijeenkomst over onze toekomstvisie, ons verdienmodel in de toekomst, hè, dus nou ja, prachtig. En ze zeggen, ja, insuline, dat is onze grote winstmaker. Dus eigenlijk moeten wij zorgen dat er langer meer insuline gebruikt wordt. Dus wat moeten we eigenlijk doen? Zorgen dat er meer diabetes komt. Gewoon de vliegtuigindustrie subsidiëren, wat we kunnen maar doen enzovoort. Dat is, zo maken wij winst. En het is een oud familiebedrijf, en ze waren met elkaar tegen elkaar aan het zeggen, een beetje gekscherend, een beetje ja, serieus. Is dat nou? Kunnen we dat nou echt meenemen? Is dat nou onze toegevoegde waarde als bedrijf, dat wij eigenlijk gloriëren en onze maximale winsten behalen als er zoveel mogelijk diabetes is? Dat kan toch niet zo zijn? Ik kom aan het eind terug wat ze als oplossing bedacht hebben voor dat dilemma. Ik ga eerst even terug naar waarom eigenlijk een markteconomie. Ja. En dan Adam Smith is toch eigenlijk wel bijzonder interessant om daar altijd even naar terug te gaan. Hij heeft maar één standbeeld gekregen. Ik zal zo meteen het contrast met een andere denker zien die er wat meer heeft. Maar hij heeft er één. En hij schreef 2 belangrijke boeken, naast een aantal andere dingen. Zijn meest bekende boek, Vader van de Economie, Wealth of Nations. En een boek over, eerder zo'n 16 jaar daarvoor, 1759, Theory of Moral Sentiments. En voor hem was dat echt heel erg verbonden. En een van jullie Tilburgse collega's, Johan Graafland, die heeft in een van tekstanalyse, met een tekstverwerkingsanalyseprogramma laten zien hoeveel moraliteit er zit in het boek over de economie. Een heel fascinerend artikel, lees het eventjes. Voor hem was dit echt één project. Ja, en hoe kunnen wij de wereld beter maken? En zijn idee van de markt was eigenlijk dat daar mensen elkaar dienen met hun talenten. Jij kunt iets wat ik niet kan, ik kan iets wat jij niet kunt. En zo, zegt hij letterlijk, hebben wij constant de mogelijkheid om elkaar van dienst te zijn. Eén zinnetje wat er uitgelicht is, wat een enorme wilkomkezichtig heeft, zoals het dan in de wetenschappen heet. Dat is namelijk dat hij spreekt over eigenbelang. Dat is de beroemde zin, het is not the benevolence of the butcher, the brewer or the baker, but their concern for their own self-interest. En iedereen heeft gezegd, ja, Adam Smith, dat is de man van eigenbelang. Maximalisatie van eigenbelang, dat is de kern van de economie. You couldn't be more wrong dan dat. Als je die zin leest in de context, gaat het allemaal over elkaar van dienst zijn. En zegt hij, wat doe je nou op een markt? Ga ik dan zeggen tegen iemand, joh, ik heb waardeloze schoenen en die heb ik weer gemaakt. Maar ja, ik ben zo heel zielig, wil je ze alsjeblieft van mij kopen, want ik moet ook mijn kinderen onderhouden of niet. Zo gaat het. Wat ga je doen op de markt? Je gaat je richten op het belang van de ander. Joh. Je zegt van, joh, jouw schoen is ook niet meer wat het geweest is. Je hebt nieuwe schoenen nodig. En dan jouw eigen belang, daar richt je je op. En dat is wat hij beschrijft in die zin. Lees het gewoon maar na. En zegt, je richt je op elkaars belang. Ja, dat is precies de win-win situatie. Lans Bovenberg zag ik hier ook, die voor Lans Bovenberg ook de kern van de markteconomie is. En dat is precies wat je in Adam Smith tegenkomt. Dus het doel van de markt, zegt hij ook, dat is welvaart voor iedereen. Ja, zo begint het eerste boek van de Wealth of Nations, How Wealth Can Be Distributed Among the Different Ranks of the People. En dat betekent, Die people is echt belangrijker dan nations. Het gaat niet over macro-economie, het gaat over gewone mensen die delen in welvaart door, jij maakt dit, ik maak dat, arbeidsdeling, je wisselt het uit op de markt, waardoor je beide er in welvaart op vooruit gaat. En je moet ook kijken wanneer de markt onwenselijke uitkomsten heeft, zegt Smith. Bijvoorbeeld als het heel efficiënt is om machinale arbeid te hebben. Dat is een voorbeeld van de naaldenfabriek die gemaakt is. Ze specialiseren op een bepaald product en ja, dan maken ze wel veel meer. Maar, zegt hij, het grote nadeel is dat dan that everybody becomes as stupid as it is possible for a human being to become. Ja, je wordt gewoon idioot, allemaal één dingetje doen, de hele dag een schroefje erin draaien enzovoort. Het is wel efficiënt, maar je wordt er echt stupid. Je wordt echt stupid van. En je verliest al je andere capaciteiten. En dan zegt hij, dan moeten we als public gezamenlijk ervoor zorgen dat mensen wel degelijk breder zich kunnen ontwikkelen. Oké, hij zag nog niet veel andere mogelijkheden. Dan moet je een aantal uren per dag moet je dan het stomme werk doen. Maar dan moet je daarnaast zorgen dat er goed onderwijs is, dat mensen kunnen lezen, dat mensen kunnen ontwikkelen enzovoort. Dat mensen toch breed, ja, welvarend kunnen zijn. Dat is eigenlijk de thematiek. En daar moet je moet letten op wat er met de uitkomsten van de markt gebeurt. Dat is eigenlijk wat je in Smith tegenkomt. Door die uitwisseling, die markt, die creativiteit die daar ontstaat, ik ga me toeleggen op dit, jij gaat je toeleggen op dat enzovoort, ontstaat welvaart. Ik heb hier een plaatje, 19e eeuwse welvaart. En let u even goed op het plaatje, want als u goed daarnaar kijkt, dan ziet u ook eigenlijk, dan kijkt u in een bepaalde, blik in een bepaalde klasse. Het volgende punt, de ontsporing van de markt. Want Karl Marx, daar hebben we het dan over, die zegt eigenlijk, dit is heel mooi wat Adam Smith bedacht heeft, maar als we dat niet goed monitoren, om zo te zeggen, wat je uiteindelijk ziet is dat het ten voordele is van een bepaalde klasse en anderen worden uitgebuit. Anderen, het proletariaat. En Marx zegt, kijk eens naar wat er gebeurt. Hè. Die schrijft een halve eeuw later dan Smith. Als we niet goed nadenken over wat de gevolgen van markteconomie zijn voor mensen, dan krijgen we dit, grootschalige armoede en natuurlijk ook rijkdom, maar bij een bepaald deel en bij een ander deel armoede. En dat is de achtergrond van het marxisme. Hier allemaal wat plaatjes van Marx, zijn graf. Maar ook Marx is natuurlijk, ja, daar zijn veel meer standbeelden gekomen dan van Adam Smith. Want allerlei landen die hadden dan Marx, natuurlijk hebben die tot de dag van vandaag als held. Marx geeft een hele interessante definitie van kapitalisme. Dus kapitalisme, de term gebruikt hij niet zoveel, maar over Das Kapital natuurlijk wel veel geschreven. Een normale markteconomie, dan heb je waar, nou ja, ik moet water hebben en u heeft water in de aanbieding, hè? Dat is dan verkoopbaar. Een probleem op zichzelf misschien of water wel aan markt onderhevig moet zijn, maar hij geeft even als voorbeeld. Hè? Waar dan is geld het ruilmiddel? WGW. Dan komt u weer, daarmee kunt u dan weer andere waren kopen. Wat gebeurt nou in het kapitalisme, zegt Marx, en het is de meest korte definitie van kapitalisme die maar denkbaar is, is dat geld heb je. En vervolgens koop je daar iets mee met als enig doel er meer geld uit te halen. Ja? Dus dan wordt het GWG, geld, waar, geld. En wat die waar is, dat kan je eigenlijk niet schelen. Of dat nou verslavende pijnstillers zijn, of water, of mensen het nodig hebben of niet. Dat maakt niet uit, als het maar geld oplevert. Ja? En de hele incentive structuur wordt dus inderdaad, die is gericht op permanente maximalisatie van geld. En uiteindelijk, nou ja, in onze tijd maken we natuurlijk dat geld op zich ook al geld maakt. Hè. Daar kun je dus ook, nou ja, die hele dynamiek, zegt Marx, die is heel kwalijk. Want wat daarmee gebeurt, en dat is in de economie natuurlijk belangrijk geworden, allerlei externe effecten, ja, daar hou je geen rekening mee. Het is gewoon puur, het levert het meeste op, dat is het dan ook. Dus maximale winstgevendheid. En wat de andere gevolgen mogen zijn, waar Smith nog zegt, ja, je moet kijken wat er gebeurt, eventueel corrigeren enzovoort. Nee, in de praktijk gebeurde dat niet, zegt hij. En dan zie je dat er enorme armoede kan ontstaan, waar je gehoopt had rijkdom voor iedereen te bewerken. En, zegt Marx ook, Juist omdat het altijd gaat nooit om de inhoud, om wat je werkelijk bijdraagt aan welvaart van mensen. Het gaat alleen om de expansie van die geldhoeveelheid, van een bepaalde klasse en van bepaalde enzovoort. Dus dan is het ook de onbeperkte expansie. En Marx zegt, en dat heeft hij al heel indrukwekkend beschreven eigenlijk in het Communistisch Manifest, dat altijd gezocht naar nieuwe markten. En als je die niet vindt, dan moet je die elders nog vinden. Hè? Cecil Rhodes, de stichter van Rhodesië, zoals dat heet, die zei als I would annex the planets if I could. Nou, daar zijn we vandaag ook mee bezig. Hè? Daar kun je ook markten van maken. Hè? De ruimte verdelen enzovoort. Ja. Commodificatie, alles wordt markt, zegt Marx. Nou, Marx' antwoord was afschaffen van privébezit, afschaffen van de markt, communisme, socialisme. Nou ja, dat is een oplossing die nou niet tot veel inspiratie geleid heeft. Er zijn ook andere oplossingen bedacht. En dan zitten we eigenlijk in de richting van wat wij vandaag de dag een Rijnlands model noemen of een sociale markteconomie. Die vanuit zowel de christensociale beweging in Nederland, ook hier in Tilburg, Kopenhagen was daar ook een representant van. En het gematigde socialisme, die hebben getracht, kunnen we niet enerzijds de voordelen van de markteconomie behouden, maar tegelijkertijd ingrijpend corrigeren wat die uitkomsten zijn. Eigenlijk een beetje in lijn met wat Adam Smith beoogde. De sociale markteconomie. Nou, u kent het, ik zal dat verder niet heel uitvoerig op ingaan. Het gaat inderdaad een staat die kaders geeft. Een samenleving die ook veel zaken buiten de markt omorganiseert. Dingen die niet zo makkelijk in de marktdynamiek ondergeschoven kunnen raken. Dus zo komen we in woningcorporaties en allerlei zorginstellingen, onderwijs, banken. Banken eigenlijk, waar het belangrijk deel om juist buiten de markt te blijven. Coöperatieve banken, heel belangrijk in de geschiedenis. Verzekeringen. En op de markt, daar ben je inderdaad bezig om goederen te produceren en te verhandelen. Maar de grote les is dus eigenlijk, markten hebben inbedding nodig. Een morele inbedding, deugden. Dat is echt ook van Adam Smith. Je moet niet, als het puur om eigen belang gaat, maar je moet juist elkaar wat gunnen bijvoorbeeld. Sociale inbedding, gedeelde waarden, maatschappelijke verbanden daarin. En ook een institutionele inbedding, macht en tegenmacht. Dat zou de grote les van de eerste 200 jaar kunnen zijn. En in Europa zijn we dat Rijnlands model zijn genoemd. Of stakeholder capitalism, en zijn er namen voor. En met veel ups en downs zijn er indrukwekkende prestaties geleverd in die markteconomie, in de strijd tegen armoede. Zowel inderdaad de materiële verbetering als ook heel veel creativiteit, innovatie die dan mogelijk is. En ja, de laatste decennia ook met name ook nog eens een enorme groei van de voedselproductie, zodat inmiddels obesitas een groter gevaar is voor de wereldvolksgezondheid dan honger is. Dat is onvoorstelbaar, vind ik dat, toen ik in de jaren 70 opgroeide. Beschikbaarheid van consumptiegoederen en ook wereldwijd wordt die arbeid ook nog herverdeeld. Hè. Dat is ook nog... maar we hebben te maken gekregen met een nieuwe ontsporing van de markt. En dan hebben we het over de crisis in de jaren 70, waarin dat, het vastliep. En er een nieuw economisch denken opgekomen is, dit eigenlijk weer in zekere zin een herhaling was van, niet zozeer van Adam Smith, maar wel van die jaren daarna, toen men ook die markt als het ware zonder inbedding zijn gang liet gaan. En dat is het verhaal van Thatcher en Reagan, u kent het, waardoor wij opnieuw in een soort van ontworteld en onbegrensd kapitalisme terechtgekomen zijn, terwijl ook in diezelfde periode er heel veel signalen waren, jongens, doen we dit nu wel goed? De Club van Rome bijvoorbeeld was daar. En een sterk besef in de jaren 70 van onrechtvaardige internationale verhoudingen. Het lijkt alsof we een cruciaal reflectiemoment hebben gemist toen, in de jaren 70. Dat onbenut gebleven is. Ik denk ook van Goudswaard, die in de jaren 70 zijn belangrijkste werk schreef, Kapitalisme en Vooruitgang. Dat wordt op een gegeven moment terzijde geschoven. En we hebben dus te maken opnieuw met een soort van ontworteld kapitalisme. En wat je zou kunnen noemen een burn-out-economie. Maar dat op allerlei fronten eigenlijk. Ecologische burn-out, sociaal. Nog steeds is er ook in landen, wereldwijd is er een afname van bijvoorbeeld van economische ongelijkheid. Als het tussen landen gaat. China is veel rijker geworden dan het was. Maar binnen landen is er nog steeds een verdiepende kloof tussen arm en rijk in heel veel landen. In Nederland een beetje uitzondering. En de psychische druk. Dus de burn-out ook in die zin. Dus je kunt zeggen, een nieuwe inbedding is nodig. Dat is wel een beetje wat we in Capitalism Reconnected proberen daar een schets van te geven. En het lijkt, ik vind dat een heel mooi beeld altijd van de Francis Bacon en de 20e eeuwse schilder, alsof we opnieuw in een wereld die we zelf gemaakt hebben, een box waarin we zitten, zelf het gevoel hebben dat we ook de controle verliezen. Dat wij als het ware daar zelf in oplossen, dat onze menselijkheid daarin kwijtraakt. En we geven nog een schreeuw, maar tegelijkertijd, weet je, het proces gaat door. Tenzij, hopelijk, wij nieuw economisch denken kunnen inzetten. Nou. Ik hoef de plaatjes eigenlijk niet te geven, ecologische druk. We hebben het over de 9 planetaire grenzen waarbinnen onze economie zich moet afspelen. En dat doen wij dus niet. Er is maar één punt waarop er enigszins positieve ontwikkeling is in de achterliggende jaren. Dat is ozon. Maar verder is het op alle fronten eigenlijk dat wij ver voorbij de ecologische grenzen onze economie ingericht hebben. Europa en de Verenigde Staten zijn historisch gezien gigantisch verantwoordelijk voor dit. Dit is een plaatje van de cumulatieve CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Dan ziet u eventjes, of nou zeggen Afrika, je moet heel voorzichtig. Nou ja, laten we even voorzichtig zijn met de vingerwijzer naar Afrika. Dit is een heel interessante plaatje, die kun je op allerlei punten maken. Het gevoel ook dat we ontzettend opgejaagd worden op een bepaalde manier. Dat wij nog dan en dan geluk nog even doorgaan en dan zie je daar, dan komt het. Dus die schaduwzijde van de moderne economie. Ecologisch, psychisch, de ongelijkheid. Ook de hele rol, ik heb daar een woord, als u ooit bij scrabbelen, dat is wint, dan heeft u een hele goede waarderingsmonomanisering. Hè? Maar goed, ik kon niet zo makkelijk een beter woord bedenken, maar alles gaat over cijfers en over geld. Alles wordt gekwantificeerd, hè? U wordt gekwantificeerd. Hè? Wij worden data en kwantificeerbare data. En dan wordt het vervolgens ook gemonetariseerd. Dus wereldwijd, ik zei het al, nog steeds veel uitbuiting, Zuid-Noord, maar ook binnen veel landen. En hele nieuwe machtsstructuren, men spreekt wel eens van neofeodalisme, van bedrijven die een immense machtspositie in ons dagelijks leven innemen. En dan hebben we het over de big tech bedrijven, met name gigantisme wordt wel van gesproken. Onderwaardering eigenlijk van arbeid, want arbeid is dan toch gedefinieerd als een productiefactor en daarmee als kostenpost. En dus hoe meer je ervan uitstoot, hoe beter het eigenlijk is. Nou, dat heeft, lange tijd was dat wel een bron voor innovatie, konden mensen wat anders gaan doen. Maar op een gegeven moment, als u dat nou volledig gaat doorvoeren, nou, we zien nu de angst voor robotisering is nu een heel ander verhaal geworden. Dus, en dan is het hele probleem van het maatschappelijk draagvlak voor wat wij met elkaar aan het gebouwd hebben. En de geopolitieke kwetsbaarheid daarvan. Ja, ik zal er soms nog iets meer over zeggen, dat proberen we in ons boek ook uitvoerig te doen. Dus... ja, eigenlijk wat ons pleidooi is heel sterk van, wij moeten tussen, zeg maar, het Amerikaanse, je kunt zeggen hyperkapitalisme zoals het wel genoemd is, het Chinese staatskapitalisme, bewust weer een Europees model ontwikkelen. Eigenlijk hebben we daar ervaring mee, zou je kunnen zeggen, in de 19e eeuw. We zijn het een beetje kwijtgeraakt en dat moeten we als het ware weer opnieuw ook articuleren en vormgeven. Dat gebeurt gelukkig ook. En je ziet dat ook op allerlei dingen, dat juist die hele discussie, ook internationaal, dat zeg maar, eigenlijk zou Europa toch de proeftuin moeten zijn van de economie van morgen en overmorgen. In ons boek hebben wij deze driehoek waarvan wij zeggen, eigenlijk is dat noemen we de thorny triangle, de netelige driehoek, waarin het eigenlijk nooit helemaal goed kunt doen, maar je moet daar wel binnen manoeuvreren en daar binnen blijven. En niet het een naar het ander. Als je het hebt over de vernieuwing van de economie, ja, dan moet dat niet een project zijn dat ten koste gaat van de betrokkenheid van mensen. Je zegt, nou, dat gaan we even technocratisch regelen en we durven daar niet met de bevolking over te te spreken. Ja? Dus die democratische legitimatie. En dat is heel spannend. Ja? Dat kan misgaan daarop. En dat zou, nou ja, de komende tijd, verkiezingen, dat zou zomaar het geval kunnen zijn. En dat moeten we heel goed kijken hoe je dat bij elkaar houdt. En wat het geopolitiek betekent. Ja? En daar zit je waarschijnlijk altijd, maak je daar compromissen. Maar je moet ze wel bewust aandurven gaan. Ja? En soms zeggen we, nou, even iets minder met de heroriëntatie van de economie, want we moeten wel de bevolking mee hebben. Ja? Dat soort vragen die moet je ook durven onder ogen zien. Ja? En spannend genoeg. Wat dan heel belangrijk is, en dat is een kernpunt in ons boek, is dat we, dat je je waarde op orde hebt. Je waardeoriëntatie. Wat is nou belangrijk? En we hebben een aantal waarden die wij ook mede vanuit de Europese geschiedenis neerzetten. Menselijke waardigheid, maar ook vanuit leerprocessen die we met elkaar ondergaan. En zo'n nieuwe van een leerproces is regenerativiteit. Sommigen spreken ook liever van circulariteit. Wij vinden regenerativiteit wat belangrijker. Dat alles de mogelijkheid heeft zich weer te herstellen. De natuur, maar ook mensen. Dat gaat ook over regenerativiteit. Inclusiviteit, dat gaat ook vooral met name dat je zorgt dat die alle verschillende, de different range of the people, zoals Adam Smith het had, dat die betrokken kunnen blijven. Dus dat is die politieke component ook. En co-creativiteit. Ja. Laten we vooral ook zeggen dat die vernieuwing van de economie ook nieuwe creativiteit vergt. Dat is ook een mooie uitdaging voor ieder van ons. En voor, ook voor jongeren in hun studie. Je kunt bezig zijn, hier zijn nieuwe uitdagingen om op een nieuwe manier producten te ontwerpen bijvoorbeeld. Ik was pas bij Marlies van Wijhe van de Van Wijhe Verven. Duurzaam verf. Enorme uitdaging. Dat vergt heel veel creativiteit. Dat is ook iets moois. Daar kun je ook je bevrediging in vinden. Dat vergt in totaal een vijfvoudige vernieuwing van de economie. Dat kunt u in ons boek verder lezen. Maar ik pak er hier maar even twee uit. Die eerste, dat is eigenlijk de idealen van wat is nou het doel van een economie. En dan hebben we het eigenlijk precies over wat de thematiek van brede welvaart. In plaats van bruto nationaal product of op een bedrijfsniveau maximalisatie van winst, kun je zeggen van wat is nou onze toegevoegde waarde in reële zin van een bedrijf. En wat is nou ook op macroniveau, waarvoor hebben we eigenlijk een economie? Voor het welzijn van mensen. Brede welvaart, geluk wordt wel gezegd, bruto nationaal geluk of de Better Life Index van de OECD enzovoort. Zijn allerlei manieren om daarover te spreken. En belangrijk is daarin dat we ook de inspiratie, dat we durven te zeggen van luister eens, dit is ook een belangrijke met elkaar uitdaging die we met elkaar aangaan, waar we ook al inspiratie kunnen halen uit eerdere bronnen. We staan niet voor de eerste keer voor die uitdaging om de markt in te bedden. Hè, en het 19e eeuwse verhaal, maar het gaat eigenlijk ook al in de middeleeuwen dat we dat zien enzovoort. Daar kunnen we met elkaar ook een inspirerend verhaal over vertellen, dat hopen we tenminste. En uiteindelijk vergt dat ook een vernieuwing van het denken over economie. En dat zijn die economische ideeën, indicatoren, daar wordt zo meteen over gesproken, en instituties. En wat wij vooral in het boek beklemtonen is een multi-actor approach. Dat je eigenlijk zegt, de economie kan niet alleen zijn van alleen van marktpartijen in strikte zin. Maar dat vergt eigenlijk denken en creativiteit van heel verschillende actoren in de samenleving. Onder andere van mensen die bezig zijn met denken over economie. Maar ook van allerlei civil society organisaties. Dat zijn geen stoorzenders in de economie. Als mensen bijvoorbeeld Greenpeace of iets dergelijks. Dat hoort er ook bij in zekere zin in het geheel. In dat hele spectrum. En zo kun je ontwikkelen naar een betere economie. Nou, een overheid zal daarin ook een heel duidelijk eigen rol moeten hebben. En daar kom ik op ongeveer mijn laatste sheet. Ik zie dat ik ongeveer moet afronden. Die zorgen voor die kaders en kaders stellen. Incentives. Her en der duidelijk omzetten. Hè, dat je duidelijk die prijzen bijvoorbeeld duidelijk hanteert. De beprijzingsmechanismen. Internaliseren op die manier van externe effecten. En die overheid moet ook die geopolitieke afwegingen maken. Van bijvoorbeeld, wat moeten we nu wel aan de markt ook globaal overlaten. En wat moet bijvoorbeeld ook wel degelijk binnen een bepaalde context, binnen een bepaald land of binnen een bepaald werelddeel blijven. De hele strategische autonomie-discussie. Voor de samenleving, dat gesprek over waarom hebben we nou eigenlijk een economie? Moeten we opnieuw met elkaar durven voeren. En er zijn allerlei inspiratiebronnen daarvoor, onder andere de Sustainable Development Goals. En je ziet dat dat ook gebeurt. bedrijven. Dan kom ik de laatste en dat is mijn casus, die is ook nog eventjes en dan stop ik daarbij. Wat men bij Novo Nordisk deed, insuline, ja, maximaal. Interessant is eigenlijk, zouden we nou, wat is nou de echte betekenis van ons bedrijf? En eigenlijk moeten wij niet problemen oplossen door andere problemen te creëren, maar echte problemen de wereld uithelpen. Wat is nou, dus eigenlijk moeten wij gaan kijken, hoe kunnen wij diabetes voorkomen? Ja. En daar kunnen wij ook zozeer een kenniscentrum van worden, dat we daar ook wereldwijd, we kunnen dat mee opereren, we kunnen scholen adviseren, we kunnen overheden adviseren en dat heeft men gedaan. En nog steeds maakt men ook insuline. Maar tegelijkertijd heeft men vanuit gezegd van ja, wat is nou eigenlijk ons doel, onze purpose? En vanuit dat perspectief heeft men dus gezegd van we kunnen ook een heel nieuw bedrijfsmodel, wat niet opnieuw zeg maar, de externe effecten elders neerlegt, maar in tegendeel zegt laten wij proberen in de preventie juist daar een heel belangrijk iets van te maken en die zijn bij te dragen aan echte gezondheid in de wereld. Dat was de casus. Daarmee hou ik het. Ja, dank u. Kom. Dankjewel Govert voor je inspirerende betoog. Ik heb het boek met veel belangstelling bestudeerd. Wat ik sterk vind is dat het een historisch perspectief geeft. Dat het sterk integratief is. Probeert vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de problematiek. En ik denk dat het ook een goede inleiding is op het thema wat Philip Joos gaat bespreken. Namelijk wat betekent dit voor bedrijven? Wat is de purpose of the corporation in society? Zelf twee opmerkingen. Eén, ik vind het interessant dat je de gloeilamp als voorbeeld noemt. Wetende dat wij de hoofdverantwoordelijke voor duurzaamheid van Philips dadelijk in het panel hebben. Als mede de voormalig president-directeur van de NV in de zaal. Dus ik ben benieuwd wat zij ervan vinden. Wat niet veel mensen weten is dat Karl Marx direct de familie was van de familie Philips. En een groot stuk van Das Kapital geschreven heeft in het familiehuis in Zaltbommel. Maar dat even terzijde. Wat ik jou dadelijk ga vragen zijn eigenlijk twee dingen. Wat voor mij terugkomt uit het boek is een herbezinning op het kapitalistische systeem zoals dat verworden is. Waarbij we dan inspiratie zoeken in Europese waarden. In bepaalde kringen wordt dat gezien als economisch imperialisme. Of zelfs een nieuwe vorm van kolonialisme. Waarbij wij eigenlijk impliciet en soms zelfs expliciet onze Europese waarden superieur achten. En ik vraag me af hoe je daarnaar kijkt. Dat is één. Tweede is, als we de ideeën, zoals ze in het boek beschreven staan, willen operationaliseren, is er naar mijn optiek leiderschap nodig. En in hoeverre is dat leiderschap, wat we daarvoor nodig hebben, afwijkend van het leiderschap wat we op dit moment in de wereld zien. Dus op die twee dingen wil ik dadelijk bij jou terugkomen. Maar met dank voor jouw inleiding en de voorzet voor Philippe, geef ik jou het woord, Philippe, om aan te geven hoe jij aankijkt tegen de purpose of the corporation. Ja, dank u Ronald. Bedankt Govert, voor het fascinerende verhaal. En inderdaad, we hebben weinig gecoördineerd, maar ik sluit direct aan bij een van de laatste slides. En mijn focus zal vooral zijn eigenlijk op die ondernemingen ook. Dank ook aan de organisatie om mij uit te nodigen hier. Wat ik eigenlijk wil doen is mijn verhaal vertellen in 4 episodes. De verantwoordelijkheid van die ondernemingen in een duurzame economie. Veronderstellende dat we toch kiezen voor een duurzame economie. Waarom willen ondernemingen verduurzamen of waarom willen ze dat eigenlijk niet doen? Dan hoe gaan ze het rapporteren? Hoe gaan ze dat op een geloofwaardige manier gaan overbrengen? Want dat blijkt toch een grote uitdaging te zijn. En ik ga 4 uitdagingen formuleren in het laatste deel. Maar ik wil eerst het publiek een klein beetje activeren. En ik ga dat doen. En ja, de aanzet is eigenlijk daarnet eigenlijk al voor een stuk gegeven. Met een aantal vragen te stellen. Ja? Het gaat over, en je moet gewoon de arm gebruiken, de rechterarm, als je de film herkent, of gezien hebt, niet herkennen, maar gezien hebt, of de tv-serie. Oké? Zijn jullie er klaar voor? Dark Waters. Ja, een minderheid. Ja? Okay. Weet er iemand nog welk bedrijf daar geviseerd wordt en wat de problematiek is? PFAS. DuPont, ja, PFAS. Hè. Een actueel thema in zowel Nederland als België. Dus niet alleen in de Verenigde Staten. Nu, dit is een makkelijke, want het is net weggegeven natuurlijk. Ja, dat is doopsik. Op de Vlaamse televisie is dat eigenlijk al een tijd geleden getoond. En nu is het blijkbaar in Nederland aan bod. Dus ik heb het al iets eerder gezien dan jullie. Fascinerende reeks. En het is eigenlijk al gezegd, ik moet het jullie niet vragen. Het gaat over Purdue Pharma. En inderdaad, ja, meer dan 400.000 doden op hun geweten in een periode van 20 jaar. Ja. Maar nu komt het. De derde is iets moeilijker. Ik ga voor een Nederlandstalige film. Ja? En ik zat te zoeken eigenlijk naar een Nederlandstalige film dat toch ook winstbejag van bedrijven ten koste van de samenleving neemt. En dat is die film met Matthias Schoenaerts. Rundskop. Iemand gezien? Ja, toch? 2 mensen in de zaal. Fantastische film met een van de Vlaamse steracteurs, ook bekend in Hollywood. Het gaat over de hormonenmafia en hoe de landbouwsector eigenlijk inspeelt op ja, vergroten van de winst ten koste van de gezondheid van de bevolking. Ja? En dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op een waar gebeurd verhaal in Vlaanderen met ja, een moordverhaal. Ja, het is nogal een bloederig iets. Dat is het eerste. Nu concrete vragen, want dat is puur herkenning. Maar nu moet je actief eigenlijk iets zeggen eigenlijk van wat de volgende gebeurtenissen zijn. Ik begin bij een gemakkelijke. Boeing. Boeing, ja, dus de deuren vliegen eruit, de motorkap vliegt eraf. Het houdt gewoon niet op. Ja? Ja, ja. Waar? Zwitserland, de Zwitserse grootmoeders. Ja? Die 9 jaar lang hebben gestreden eigenlijk om Zwitserland verantwoordelijk te stellen voor het schenden van de mensenrechten door niet in te spelen op grote milieuvraagstukken. Ja? Fantastisch verhaal. Ja? Daar gaan ze zeker nog een film over maken. Dus, dit, ook vrij recent. Ja? Die kennen jullie ook, ja? Milieudefensie, ja, dus beroep van Shell en de rechtszaak die nu nog loopt. En dan tot slot, dat is misschien een iets moeilijkere, Europees parlementslid van PvdA. Ja, Lara Wolters. En zij ziet er bijzonder gelukkig uit, want als vicevoorzitter van het comité van juridische zaken van het Europese parlement hebben ze net eigenlijk een... Na jarenlang strijd te voeren, toch wel een mijlpaal bereikt door de aansprakelijkheid van multinationals voor de zorg voor de planeet en voor de maatschappij en de mensenrechten eigenlijk toch wel op de agenda te brengen. En ja, het zal waarschijnlijk ook gestemd worden in het Europese parlement als het uit die commissie werd goedgekeurd. Ja? Dus een belangrijke mijlpaal voor die verantwoordelijkheid van bedrijven eigenlijk te nemen. Dus al die voorbeelden geven eigenlijk toch wel aan dat bedrijven verantwoordelijkheid hebben en ook daar transparant moeten over communiceren. En dat zal mijn betoog zijn, hoe ze dat precies zullen doen. Nu, de vraag is, ja, we hebben het daarnet gehoord, bedrijven zijn meestal gericht op waardecreatie. Waardecreatie meestal voor de aandeelhouders in eerste plaats. Maar het duurzaamheidsverhaal past daar eigenlijk ook in. En vaak zien mensen dit als een soort van tegenstelling. En dat is eigenlijk niet waar. Ja? Het is niet omdat je verduurzaming van bedrijf nastreeft dat daarvoor de winst zal dalen of dat de waarde zal dalen, ook voor die aandeelhouders. En er is nogal een invloedrijk rapport geweest van McKinsey in 2019, waar dat ze aantonen dat er op zijn minst 5 belangrijke elementen zijn waar duurzaamheid een direct effect heeft op een onderneming. Omzetgroei. Ja? Het verhaal van Philips in groene producten is illustratief. Ja? Want als je die nieuwe markten aanboort en groene producten eigenlijk aanbiedt, energiezuinige producten, ja, dan zijn de marges daar vaak hoger. Ja? Dus, en er is een zekere appetijt vanuit de markt voor die nieuwe producten. Als je het niet doet, zoals Boeing, ja, dan kan je natuurlijk klanten verliezen. Ja? En Boeing heeft nu zeer demonstratief eigenlijk al jarenlang shortcuts genomen ten koste van de veiligheid van de klant. Kostenverlagend kan het zijn. Je kan trachten minimaliseren van gerechtelijke interventies. We zien nu veel rechtszaken en ik zal straks een aantal voorbeelden geven. Dus door meer op duurzaamheid te sturen ga je dit minimaliseren. Verhogen van productiviteit. We denken aan de werknemers. Als je een zorgplicht naleeft voor de werknemers, dan ga je uiteraard gelukkige werknemers hebben en gaat de productiviteit stijgen. Dus puur vanuit de economische bril bekijk ik het nu. En dan heb je optimalisatie van investeringen en activa. Het gebouw hiernaast, het Marga Klompé-gebouw, dat 2 maanden geleden geopend is, is een van de voorbeelden van een superduurzaam gebouw. Zware investering. De kosten zijn een serieus stuk hoger, heb ik vernomen van de projectleider, dan een minder duurzaam gebouw. Maar het punt is dat het natuurlijk duurzamer is en bijdraagt tot een maatschappelijk probleem ten opzichte van de grote betonnen kasten of stalen kasten die worden gebouwd. Ja. Nu, ik ben een hoogleraar financiële rapportering en ik verleg nu mijn gebied naar niet-financiële rapportering, hè, dus duurzaamheidsrapportages. En de vraag is, wat kunnen we zeggen eigenlijk over die transparantie van die verduurzaming? En er zijn 2 methodes die we zien in de wereld hoe je die transparantie kan bewerkstelligen. De eerste aanpak is, en de vraag komt vooral vanuit de aandeelhouders of vanuit de kapitaalverschaffers, de banken en zo, van informeer ons over de risico's en de opportuniteiten van duurzaamheidsthema's die relevant zijn voor een bedrijf. Meer informatie en dan ga je veel efficiëntere kapitaalstromen hebben en ga je bedrijven waar er meer opportuniteiten in zitten en waar de risico's geminimaliseerd worden, ga je meer gaan financieren ten opzichte van andere bedrijven. Ja? Dat is de Amerikaanse aanpak. Vooral veel rapportages rond die risico's en opportuniteiten. De Europese aanpak is eigenlijk iets anders, want daar gaan die duurzaamheidsrapportages de belanghebbenden van een onderneming, en dat kunnen consumenten, leveranciers, beleggers zijn, NGO's, wie dan ook, de politiek, dan geef je informatie dat die partijen in staat stelt om veranderingen door te voeren. En daar heb je natuurlijk zeer belangrijke informatie voor nodig. Wat is de impact van het bedrijf op die belanghebbenden? Daar willen de Amerikanen eigenlijk iets minder van weten. Ja, dus impact is eigenlijk niet zozeer het vraagstuk. Het is vooral de opportuniteit en het risico. Maar de impact op die verschillende stakeholders, dat is eigenlijk van belang. En de manier waarop dat werkt, wordt in een klein diagram hier uitgelegd. Als een onderneming die duurzaamheidsinformatie verschaft, inclusief met de impact, dat de stakeholder dit veel beter begrijpt en dat er een soort van impliciete prijs is op die onderneming. Je ziet dat zeer duidelijk bij Boeing, het verhaal van Boeing. Als je dus eigenlijk toch die incidenten hebt en dat dat eigenlijk een gigantische verrassing is en dat daar weinig informatie over bekend is, dan is het gevolg dat die stakeholder uiteraard niet meer, ten eerste de consument weigert nog te vliegen met Boeing-vliegtuigen, dat is 1 punt. Dat de luchtvaartmaatschappij geen vliegtuigen meer zullen bestellen bij Boeing en dat er dus inderdaad gevolgen zullen zijn voor die onderneming. Ja. Nu, om het systeem te laten werken, en dat is het grote vraagstuk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die duurzaamheidsinformatie geloofwaardig is? En niet te selectief, of zijn jullie misschien bekend met de naam greenwashing, hè? Dus eigenlijk veel groener voordoen dan dat je in werkelijkheid bent. En daar moeten we gaan kijken welke partijen dat daar in spelen. Nu, de Europese aanpak is dat die transparantie en die impactrapportages zeer belangrijk zijn in het kader van die Green Deal. Ja, dus Europa, net zero, hè, dus geen uitstoot meer, klimaatneutraal maken, met respect voor menselijk, dierlijk en het leven van de planten, maar vooral een inclusieve transitie veroorzaken bewerkstelligen. Dat is eigenlijk de aanpak van Europa en die transparantie van die informatie is extreem belangrijk. Dus de wetgeving die ik zo dadelijk zal tonen is eigenlijk een cruciaal instrument. De Amerikaanse aanpak onder Joe Biden in augustus 2022 was vooral tax reductions, Ja. Efficiëntere tax collection, ja, dus dat zie je als laatste punt. En dat inzetten met massale subsidies om bedrijven aan te trekken die ja, groene investeringen kunnen doen. Ja, dus investeringen in energiezekerheid, maar vooral in klimaatverandering. Dus dat zijn gigantische maatregelen. En zo tracht hij ook buitenlandse bedrijven naar de Verenigde Staten te lokken. Ja, dus zoals ik daarnet zei, de transparantie daarover ligt toch eigenlijk echt wel ver af van de Europese aanpak. Ja? Dus die impact wordt eigenlijk niet echt nagestreefd. Nu, over de jaren heen, en ik spreek nu over een periode van de afgelopen 25 jaar, zijn er allerlei partijen zich gaan opstellen om die informatiepuzzel te gaan ja, leggen en die informatie te gaan verschaffen aan degene die het wil. Ja? Er is een vraag naar die duurzaamheidsinformatie, wel, er zijn verschillende aanbieders. Nu, een van de richtinggevende, en het werd daarnet eigenlijk ook al genoemd, is die globale doelstellingen die geformuleerd werden door de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals. Dat is niet gericht op ondernemingen per se, maar dat is vooral gericht op landen en overheden en zo. Maar daar zie je dat bedrijven dat maar al te graag incorporeren om aan te tonen dat ze toch wel bijdragen tot 12 van de 17 doelstellingen of zo. Ja? Dus dat wordt eigenlijk gebruikt in de laatste jaren. Als je dan naar de rechterbovenkant gaat, dan zie je allerlei instellingen die meet- en rapportagesystemen voorstellen. Ja? Hoe kan je over klimaatverandering en de impact en het risico voor het bedrijf van klimaatverandering gaan rapporteren? TCFD. Wat zijn de risico's per sector van bepaalde duurzaamheidsrisico's? Hè? Dat is SASB enzovoort. En je ziet dat daar over de laatste 20 jaar enorm veel initiatieven zijn, dat die toegepast worden door allerlei bedrijven, maar dat het eigenlijk een vrij grote soep geworden is. Ja? Dus het is nogal moeilijk om die vergelijkbaarheid tussen ondernemingen te gaan krijgen, omdat ze alle soorten verschillende kaders gaan opnemen. Linksonder, die zijn er natuurlijk ook bij, er zijn er ongeveer 600 rating agencies die een kwantificering doen, en Govert had het daarnet eigenlijk ook al gezegd, we zien graag alles in cijfers en liefst zo weinig mogelijk cijfers. Dus een kwantificering van hoe duurzaam een bedrijf is. Hè? Een soort van thermometer van hoger, lager, hoger is beter, lager is slechter. En je ziet eigenlijk, en er zijn een aantal studies recent gepubliceerd, en zelf heb ik daar eigenlijk ook toe bijgedragen tot die studies, dat die ratings eigenlijk toch wel bijzonder slecht met elkaar te vergelijken zijn. En dat in de ene rating een bedrijf super duurzaam is en in een andere rating is het eigenlijk enorm vervuilend en totaal niet duurzaam. Maar wat moet je nu geloven eigenlijk? Ja? Dus dat is nogal een lastig verhaal. Maar dan heb je die rechteronderhoek en dat is eigenlijk nu de determinerende factor. Dat is de overheden die zelf die regulering gaan opleggen aan bedrijven en die er zullen voor zorgen dat er een handhaving is. Dus niet meer die vrijwillige zaken, niet meer die globale goals waar dat je, ja, iedereen wil world peace, of de meeste bedrijven toch, ja, dat kan je niet hard maken. Hè? Dus dit is eigenlijk nu wat we de dag van vandaag zien, is dat de Europese overheden, of de Europese Unie, vooral een berg aan reglementen en regels geschreven heeft om bedrijven te laten rapporteren over hun duurzaamheid. En de Amerikaanse SEC, dat is die adelaar daar, de beurswaakhond, die heeft eigenlijk ook nieuwe regels uitgebracht vorige maand. Ja, over puur klimaatverantwoording van bedrijven in Amerika. Veel minder dan de klimaatverantwoording trouwens die ze zouden moeten doen in Europa. En het lijkt nogal ingewikkeld eigenlijk. Het is ook ingewikkeld. Maar dat is eigenlijk, ik zoom in op, waarschijnlijk voor de mensen die in een onderneming werken, geeft dat zeer veel kopzorgen eigenlijk ook. Hè. De invoering van die Europese duurzaamheidsstandaarden, duurzaamheidsrapporteringsstandaarden. En wat je ziet, het werkt hier, dat is dat er 3 pijlers zijn. Er zijn standaarden die gaan over milieu, over sociale zaken en over bestuur. Ja? En over milieu, en elk van die standaarden, dat zijn documenten van, ja, wat is het, 40, 50 pagina's, waar ondernemingen moeten naar voldoen om die rapportages te kunnen doen. Dus je hebt het over klimaatverandering, pollutie, water, biodiversiteit en circulaire economie. En daar heb je het over de werknemers. Werknemers in de value chain, hè. Dus als je onderaannemers hebt in China bijvoorbeeld, ja, dan moet je daarover rapporteren, hè. Dat die mensen ja, toch in veilige werkomstandigheden kunnen werken en fair betaald worden en zo. Affected communities, hè. We zien het ook met de PFAS problemen in Dordrecht of in Zwijndrecht tegen Antwerpen, dat ja, de communities rondom die fabrieken eigenlijk enorm ja, sterk beïnvloed zijn qua gezondheid. Hè. PFAS zit in het bloed, het is een eeuwige chemical, dus dat is allemaal niet zo goed. En dan heb je uiteraard het bestuur. Hoe richt je het bestuur in, zodanig dat we de juiste targets hebben, zodanig dat we de juiste controls hebben in de onderneming en de juiste technologie gebruiken om dat allemaal op een geloofwaardige manier te brengen. Dat is een gigantisch werk om dat eigenlijk allemaal te doen. En de Europese Commissie heeft ingezien dat je moet beginnen bij de grote spelers eerst, de beursgenoteerde bedrijven, en geleidelijk aan naar kleinere gaan. Ze hebben ook sectorstandaarden gaan ze introduceren om sectorspecifieke informatie te geven. En auditors gaan ervoor zorgen dat de informatie eigenlijk al klopt. Ja, dus dat is een belangrijk punt. Nu, kathedralen zijn niet gebouwd in één dag. Dat zie je bij de financiële rapporteringsstandaarden. Je hebt er iets van een 32 jaar over gedaan. Als je begint in 1973 en in 2005 is het aangenomen. Wel, je kan niet verwachten dat in 1 jaar tijd die duurzaamheidsstandaarden volledig perfect geïmplementeerd zullen worden. Ze zijn nog volop in ontwikkeling en de kwaliteit van die implementatie zal ook een tijd duren. Ja? Dus wat ik hier zeg is dat je op vrijwillige basis zie je al een aantal grote beursgenoteerde bedrijven in de wereld die invoering doen van die duurzaamheidsrapportages. Maar nu komen er tienduizenden bedrijven in Europa bij die nog nooit zo'n rapportage gedaan hebben. En dat zal wel een spannend verhaal worden. Ja. Ørsted, ja, dat is een zeer interessant voorbeeld van een Deens bedrijf. Die zijn een koploper en die hebben het eigenlijk nu al ingevoerd. Ja. Daar ga ik nu niet op in. Een aantal uitdagingen, want dat is wel belangrijk. Dat zal de discussie eigenlijk aanwakkeren ook. Ten eerste, het is een gigantisch meetvraagstuk. Ja. Meten, organiseren en motiveren. Dus we zijn gewoon in een onderneming om alles financieel te gaan uitdrukken. En dit bepaalt de waarde. En de financiële markten gebruiken die financiële informatie om die waarde te bepalen, om kredieten te geven, om transacties te doen. Wat er nou alles is uitgedrukt in financiële waarde. Wel, we gaan naar een systeem moeten gaan waarin dat er andere indicatoren zijn. Niet-financiële prestaties, duurzaamheidsprestaties. Op sociaal vlak, op milieuvlak. Ja? En dit zal de waarde bepalen. Ja. En wat hebben we daarvoor nodig? Wel, we moeten eigenlijk afgaan van duurzaamheid te zien als een manier van PR. Dus meer een soort van marketing. De mooie verhaal verkondigen, we doen toch eigenlijk goed voor het milieu, we helpen toch de ijsberen en zo. Oké, dat is allemaal interessant, maar minder relevant. En wat we zullen moeten doen, dat is dat de financiële verantwoordelijkheid in een onderneming ook die groene zaken, het is groen gekleurd, ook de duurzaamheidszaken eigenlijk opneemt in het verhaal en op een geloofwaardige manier brengt met alle controles en wat dan ook, dat je gewoon bent in de financiële sector. Ja. Nu, ik heb hier nog een studie, maar dat ga ik overslaan. Handhaving. Handhaving is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid en van het gerechtelijk apparaat. En je ziet eigenlijk dat de eerste grote bank die aangepakt is in de Verenigde Staten voor greenwashing, omdat ze zeiden dat alle investeringen groen waren en eigenlijk was het niet zo, is Deutsche Bank. Ja? Dus die hebben 25 miljoen moeten betalen. ING komt ook aan bod en Milieudefensie is nu ook een rechtszaak begonnen eigenlijk tegen ING omwille van de financiering van vervuilende industrieën en dat het te traag gaat om afstand te nemen eigenlijk van die klanten. En dan heb je KLM, die net veroordeeld is in Amsterdam ook bij de rechtbank, omwille van alle soorten groene claims die ze gedaan hebben. En ja, eigenlijk is er geen enkele substantie eigenlijk voor die claims. Ja. Dus wat is het gevolg is dat die bedrijven ja, ten eerste in beroep gaan. Ja, dat is als er rechtszaak is, dan ga je in beroep. Ja, dus dat kan je doen. Banken gaan eigenlijk systematisch nu veel voorzichtiger zijn in het klasseren van groene leningen en groene beleggingen. Ja, dus er is een enorme terugval geweest daarvan. En je hebt zelfs gevallen waar dat Mark van Baal, ik weet niet of dat jullie hem herkennen, de advocaat in Nederland die de lijst in de pels is van Exxon, die altijd op aandeelhoudersvergaderingen spreekt, dat Exxon Mark van Baal nu voor de rechtbank sleurt, voor pestgedrag. Ja, toch wel bijzonder interessant eigenlijk wat er gebeurt. Ja, en lobbyen, dat is de klassieker uiteraard van grote organisaties. Nu, een interessant punt is... dat er toch wel verschillende opinies zijn over die duurzaamheid en over die duurzaamheidsinformatie die nodig is. Want als we nu kijken, het is echt een topjaar voor Shell. Nu, de hoogste koers ooit in de geschiedenis van Shell is bereikt vorige week. Fantastisch. Maar eigenlijk niet zo fantastisch, want als je het vergelijkt, Shell, met de Amerikaanse of de Chinese speler, China National Petroleum Company... ja, dan is de prestatie op de beurs van die ondernemingen eigenlijk wel een stuk hoger dan die van Shell. Nu, Shell heeft één troost, BP doet het slechter. Ja, dus dat is... maar daar zie je dat de perceptie van wat er belang is, van waarde, dat dat niet doorvertaald wordt in de beurswaarde van die onderneming. En in Amerika hebben ze er veel minder moeite mee om Exxon en Chevron ja, gewoon... ja, hoog te waarderen ook. Ja? Ook al gaan die veel minder investeringen doen in verduurzaming van de business. Ja, dat is nog een grafiek dat je ziet dat Europa eigenlijk toch wel groener kleurt als het gaat om environmental efforts ten opzichte van de rest van de wereld. En dat maakt het eigenlijk in die grote investeringsflows nogal lastig uiteindelijk. In Europa, de meeste groene fondsen komen uit Europa en de rest van de wereld... heeft geen interesse, dus het wordt eigenlijk nog een lastig verhaal. De laatste uitdaging, ja. En ik neem het hier, ik heb mij verdiept, ik werk hier al 18 jaar in Nederland, maar ik heb mij verdiept in een aantal interessante Nederlandse voorbeelden. Boskalis, de trots van Nederland, vindt het eigenlijk allemaal toch minder aangenaam om verantwoording te moeten afleggen onder die wet die misschien zal gestemd worden van verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Wat de Europese Commissie eigenlijk wel wil invoeren voor Europa waarschijnlijk volgend jaar. Maar daar zie je dat een van de trots van Nederland in die sector... ja, geleidelijk aan het hoofdkwartier aan het verschuiven is naar Abu Dhabi, om toch eigenlijk niet te moeten voldoen aan die wetgeving. En dat zien we natuurlijk dat die concurrentiepositie dan van Nederland in bepaalde sectoren toch wel jammer genoeg verschuift en dat we een verschuiving van de economie hebben. Maar de belangrijkste speler in de economie, en dat is mijn finale slide, de belangrijkste speler in de economie is eigenlijk het MKB. En als je kijkt naar het MKB... 73% van de werkgelegenheid in Nederland wordt eigenlijk door die bedrijven verzorgd. 62% van de toegevoegde waarde wordt verzorgd door het MKB. En die vallen niet onder die rapporteringsstandaarden van de Europese Commissie. Maar die worden natuurlijk wel beïnvloed erdoor. Want als je in die waardeketen zit van de grotere spelers, ja, dan zullen die informatie opeisen rond duurzaamheid die zij moeten rapporteren. Dus het MKB valt er sowieso onder. Ja, ze noemen dat dan het trickle-down effect. De grote uitdaging daarvoor, en als ik met die mensen eigenlijk spreek van die kleinere bedrijven, is dat ze uiteraard veel meer financiële beperkingen hebben dan de grote multinationals of de grote beursgenoteerde bedrijven. Die hebben eigenlijk die middelen niet. Het ontbreekt vaak aan kennis. Ze kunnen geen... duurzaamheidsexpert aanwijzen in de onderneming, want die is er eigenlijk niet echt. En die is er eigenlijk ook niet bij topmanagement. Het ontbreekt vaak aan gewoon het verzamelen van die gegevens. Ja? Het is al een uitdaging voor de grote beursnoteringen om het te doen. Laat staan dat we dan naar het MKB kijken. En tot slot, het ontbreekt vaak aan de wens van waarom moeten we dat eigenlijk allemaal doen? En dat is nog het grootste gevaar. Dus we zitten hier echt op een kantelpunt in Europa waar die transparantie een enorme snelheid toeneemt. om Europa duurzamer te maken. Maar dat er een aantal achterblijvers zijn en dat er een aantal grote spelers eigenlijk naar het buitenland vertrekken omdat het allemaal te snel gaat, dat is echt een gevaar en ook een verlies van de concurrentiepositie. En ik wil eindigen met de laatste wijze woorden, altijd goed om Albert Einstein te citeren, in the middle of difficulty lies opportunity. Dus ik ben eigenlijk zeer optimistisch van aard en ik denk wel dat we die uitdaging wel aankunnen ook. Ja, bedankt. Dankjewel, Philippe. Terwijl ik jou nog twee vragen ga stellen alvast, wil ik de panelleden vragen om alvast plaats te nemen hiervoor. Sandra, Robert en Robin. Robin, fijn dat je er bent. Enigszins verlaat, maar fijn dat het gelukt is. Neem plaats. Philippe, wat bij mij naar boven komt, zijn eigenlijk een paar dingen. Het eerste is dat je aangeeft dat de McKinsey-studie, en er zijn veel vergelijkbare studies geweest in het verleden, het punt maakte dat duurzaamheid en een solide financiële performance hand aan hand dienen te gaan. En sterker nog, dat dat ook zo is. Mijn persoonlijke inschatting is dat dat ertoe heeft geleid dat in een aantal jaren die achter ons liggen, ESG en sustainability ook een opmars hebben kunnen maken. Wat we recentelijk zien, is dat die aanname, ik wil niet zeggen gelogenstraft wordt, maar wel op de proef wordt gesteld. Je geeft het voorbeeld uit de fossiele brandstofindustrie, de fossiele industrie. Unilever is een ander voorbeeld van een bedrijf wat eigenlijk een voorloper is op het gebied van duurzaamheid. Maar in de tussentijd een gat heeft laten zien in performance met de Nestlé's en de Procter & Gamble's van deze wereld in termen van shareholder value creation. En dit weekend las ik dat Unilever formeel bekend heeft gemaakt een aantal van de duurzaamheidsdoelstellingen te verlagen en de ambitieniveaus te verlagen. Dus mijn vraag aan jou zou zijn, op het moment dat duurzaamheid omarmen niet meer leidt tot winst voor iedereen, en daarmee ook een hele goede motivatie kan zijn om het te omarmen, of we dan nog bij gebrek daaraan kans zien om datgene wat noodzakelijk is door te zetten. Het tweede is, en dat hangt er misschien mee samen, ik ontving een artikel van een goede vriend van mij, die zei, veel bedrijven maken zich op dit moment meer zorgen over de complexiteit die samenhangt met de rapportage over duurzaamheid, dan dat ze zich zorgen maken over duurzaamheid zelf. Er is een gebrek aan standaarden, er is een gebrek aan definities, er is een overload aan metrics. Systemen, processen en manieren van werken binnen bedrijven zijn vaak niet erop gericht om die data op een snelle manier en betrouwbare manier te rapporteren. En bovendien lijkt er ook een gebrek te zijn aan prioriteitsstelling. Dat wordt zelfs ook al gezegd daar waar het om de Sustainable Development Goals gaat, omdat alles belangrijk is, maar misschien niet alles even urgent. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Misschien komen we daar pas aan toe, de vraag die ik aan jou heb gesteld en ook aan Govert tijdens de derde helft, dadelijk als we een drankje nuttigen. Ik wil nu eerst het panel graag even de gelegenheid bieden om kort te reflecteren, in pak een beetje een minuut of 5, op de bijdrage van beide heren. Sandra, mag ik jou vragen te starten? Zeker, dankjewel. Ja, heel interessant. Uiteenzetting. Ik heb ook met veel interesse het boek gelezen. En ik had er wel een paar punten waar ik dacht, ja, dat is heel herkenbaar. Misschien als eerste even de rapportageverplichtingen, de CSRD en de ESRS, zoals jij ze ook uiteen hebt gezet. En de complexiteit die dat met zich meebrengt. En misschien goed om dat ook nog een beetje in het perspectief van een bank, waar ik voor werk, te zetten. Want het is één ding om te rapporteren over je eigen value chain. Dus hetgene wat je zelf produceert, wat je inkoopt, hoe je met je personeel omgaat. Hoe dat product vervolgens wordt gebruikt in de markt, bij consumenten. Voor een bank betekent dat dat we dat aan het doen zijn. En tegelijkertijd, als je het hebt over onze scope 3, als ik ergens iets technisch zeg, dat wat niet begrepen wordt, vooral trek me aan mijn jasje, zou ik zeggen. Dat betekent de scope 3, dat is dat wat die bedrijven die wij financieren, dus een Philips bijvoorbeeld, of een Unilever waar je het net over had, of een Shell. Op het moment dat wij dus gaan rapporteren, zullen we dus ook datgene wat zij rapporteren moeten meenemen in onze rapportage. Dat maakt de complexiteit in die zin nog eens een keer extra groot. En je zou kunnen verwachten dat je dat doet nadat die bedrijven dat hebben gerapporteerd. Maar het systeem is nou eenmaal zo dat we allemaal ongeveer tegelijk die jaarverslagen deponeren. Dus dat betekent dat wij geen tijd meer hebben om dat dan allemaal uit te pluizen en vervolgens in onze berekeningen mee te nemen. Dat zorgt ervoor dat je ook met al die rapportagesystemen moet gaan werken. Want daarin zit heel veel data opgesloten. Maar ook dat je met proxies moet gaan werken. En ik denk dat een van de grote volwassenheidsfases die we nog door moeten in dit gebied is dat je steeds meer betrouwbare data, daadwerkelijk gerapporteerde data gaat krijgen. Waardoor ook dat wat je eruit krijgt, dat wat je leest in die duurzaamheidsverslagen steeds nauwkeuriger gaat worden, zodat je er ook echt op kunt gaan sturen. En want dat is uiteindelijk wat je wil. Ik kwam net ook voorbij. Is het nou rapporteren om te rapporteren? Nee, uiteindelijk is het natuurlijk bedoeld om ook die impact te kunnen vergroten, de positieve impact. En dat kan alleen als je ook zeker weet dat je naar de juiste data kijkt. Dat was misschien een reflectie op een stuk rapporteren. Het andere, wat ik heel interessant vond. En zo had ik dat nog niet helemaal gelezen in het boek, dus dank voor die uiteenzetting, is dat uiteindelijk de negatieve effecten in een soort public moeten worden voorzien. En ik denk dat de rapportageverplichting daar een mooi voorbeeld van zijn. Hoe je dat eigenlijk dus op die manier probeert recht te zetten en door meer transparantie te bieden. Eentje die ik nog miste was het onderwijs, want die kwam wel in het begin naar voren. Maar ik denk dat daar ook een heel belangrijk stuk ligt. Kijk maar even in onze eigen organisatie, maar ik denk dat dat in de hele maatschappij geldt. Ik heb in ieder geval heel weinig over duurzaamheid mogen leren toen ik op school zat. Ik geloof dat ik heb hier gestudeerd, als ik dat nu hier zou doen, ik er meer over zou mogen leren. Maar dat is denk ik wel iets waar heel veel mensen nog mee te kampen hebben. Wat is het nou precies en hoe lees ik dit dan? En hoe moet ik het interpreteren? En waar zitten de mogelijkheden en de onmogelijkheden in? Dus ik denk dat daar nog ook heel veel kansen liggen. En dat geldt natuurlijk ook binnen de bedrijven zelf, om ook medewerkers hierin mee te nemen. Zorgen voor meer kennis, meer overdracht, om ook niet alleen de financiële rapportages te kunnen snappen en te lezen, maar ook de duurzaamheidsrapportages goed te kunnen lezen. Dat is misschien de eerste twee reflecties. Zal ik hem doorgeven? Ja, is... ja? Dankjewel. Ja, ik wilde nog een keer de oom van de heren Philips aanhalen, die dus, om hem te parafraseren, ook gezegd heeft, verschillende filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd. Het is ook belangrijk om het te veranderen. Ze zouden kunnen zeggen, accountants hebben alleen verschillend gerapporteerd over de bedrijven, maar het is ook daadwerkelijk belangrijk om iets te doen. Bij Philips zijn we al sinds 13 jaar ondertussen bezig met een volledig geïntegreerd rapport, waar dus duurzaamheidsverslaglegging, financiële verslaglegging hand in hand gaan. En alsnog hadden we aan het begin van dit jaar 2000 open datapunten volgens deze nieuwe rapportagerichtlijnen, waar wij niet aan voldeden. Dus ik begrijp echt inderdaad hoe het MKB met de handen in het haar zet en zegt van hoe in godsnaam moeten wij dat voor elkaar krijgen. Maar vervolgens moet je met die data iets doen, dus heel belangrijk. In mijn reflectie op het verhaal, ja, zoveel aanknopingspunten. Ik weet niet of ik nog een keer op die gloeilamp in moet gaan. Jullie weten ondertussen dat Philips geen gloeilampen meer maakt. Maar ik kan me aan een gesprek met Thomas Rauwer in het jaar 2010 of zoiets, waar hij zei van ik wil eigenlijk geen dingen meer hebben. Ik wil gewoon diensten in gebruik hebben. En ik was toen verantwoordelijk voor het opschalen van duurzame innovatie in Philips. Dat is een van mijn eerste banen. En ik zei van dan kunnen wij niet nadenken over hoe we bijvoorbeeld licht als een dienst kunnen aanbieden. Daar is Light as a Service uit voortgekomen, wat Signify nu een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf aanbiedt. En dan nemen namelijk die perverse prikkels weg tussen planned obsolescence of hoe je het ook wilt noemen. Dus het is niet zo dat het kapitalistische systeem per definitie je oplegt om verdienmodellen te handhaven waar je zelf mee in de voet schiet. Maar dan zou je ook kunnen zeggen van Philips zou bijvoorbeeld de tabaksindustrie moeten sponsoren. Want dan heb je meer kankergevallen en dan kun je meer scanners verkopen. Maar je moet juist over nadenken hoe je die perverse prikkels uit het systeem haalt. En ik denk daar ligt ook de creativiteit. En daar ben ik ook met jou eens, Philips. Ik denk die mooie dilemma's die jullie beiden geschetst hebben zijn eigenlijk een fantastische potgrond, zeg maar, voor het ontluiken van nieuwe innovaties, voor ons om iets nieuw uit te vinden. En dan heb ik het niet over innovatie als technische innovatie, maar ook bijvoorbeeld hoe nemen wij beslissingen? Hoe zorgen wij dat we beslissingen nemen die in het interesse zijn van toekomstige generaties, van mensen elders op de wereld? En dat misschien laatste opmerking voor nu. Ik denk het is goed om te onderscheiden tussen waardecreatie en een deel daarvan monetariseren en naar je toe te halen als bedrijf. Kijk, bedrijven zijn enorm belangrijke onderdelen van de maatschappij. Je gaf het zelf aan, dus met name het NKB heeft ook een hele grote bijdrage. Maar laten we zeggen, bedrijvigheid is gewoon een manier om innovatie te schalen. Een heel belangrijk onderdeel van de maatschappij. Dus als je iets wilt veranderen, fundamentele vragen zoals ze gesteld zijn beantwoorden, moet je het bedrijfsleven meekrijgen. En daarvoor is het belangrijk dat bedrijven zich realiseren hoe zij waarde toevoegen aan de maatschappij. Een groot deel daarvan zal niet financieel van aard zijn. Dan komt de strategische vraag, kunnen wij een deel van die positieve externalities in het systeem brengen door het te monetariseren en kun je een fair share daarvan naar het bedrijf toehalen. En is dat genoeg voor investeerders om in jou te investeren, zodat je op wereldwijde schaal kunt opereren? En ik denk dat is een lijn die wij proberen te volgen en te handhaven, ook bij Philips bijvoorbeeld, om zorg wereldwijd toegankelijk te maken en ook te verduurzamen. Hier laat ik het even bij. Ja, ik merk dat, want ik kom uit een achtergrond natuurlijk als sociaal onderneemster, dus van het bedrijfsleven en dan MKB vertegenwoordig ik hier dan een beetje. Ik heb ook nog bij Philips 5 jaar gewerkt, dus ook nog wel gevoel bij hoe de grote bedrijven werken. Maar ik ben ook altijd heel erg in love geweest met de academische wereld. En ik heb eigenlijk mijn hele bachelor en master aan het onderwerp besteed. En ik merk dat die twee werelden eigenlijk een beetje clashen. Want aan de ene kant denk ik, ja, het zijn precies de discussies die we moeten hebben. We moeten een ander verhaal, een ander idealen hebben, een ander beeld waar we naartoe werken in plaats van een soort van stuurloos zijn. En we moeten ook zeker anders gaan rapporteren, want rapportering, dat is waar verandering begint. En tegelijkertijd denkt de ondernemer mij, ik word er wel heel verdrietig van, want the world is on fucking fire. We moeten gewoon nu iets doen, weet je wel. En ja, dan denk ik van ja, we hebben allemaal hele slimme mensen die allemaal heel veel invloed hebben. En dan hebben we het nog over discussies over rapportering en over verhalen die misschien hopelijk over 20 jaar een verschil maken. Terwijl ik denk van ja, weet je, we hebben nu een window van misschien 10 jaar waar we echt nog het verschil kunnen maken. En dat is de ondernemer mij die denkt, we moeten vandaag wat doen. Wat gaan jullie allemaal doen? Morgen, wat gaan we doen, weet je wel? En ik word daar dus een beetje een soort van verdrietig van in de reflectie. Het tweede is dat ik ook in mijn reflectie een beetje erachter kom dat ik een beetje niet meer geloof dat de verandering vanuit bedrijven gaat komen. Niet vanuit multinationals, niet vanuit MKB, omdat de systemen te complex waarin zitten, te complex zijn waar we in vastzitten. Ik bedoel, ik heb zelf investeerders aan boord, die zitten allemaal in complexe systemen vast. Ik heb allemaal medewerkers. Je bent bezig met overleven gewoon van dag tot dag en zorgen dat je klanten dat je nog de lonen kan betalen volgend jaar. En daarbinnen ook nog een keer radicale verandering veroorzaken is heel veel. En grote bedrijven hebben hetzelfde, hebben misschien wat meer mensen, ruimte die dat kunnen doen. Maar ook ja, een groot bedrijf draaiend houden is echt super ingewikkeld. Dus daar verwachten we ook nog een keer on top of dat hele ingewikkelde van je levend houden in een heel competitieve markt ook nog een keer grote verandering veroorzaken. Ik geloof het eigenlijk niet meer. Ik merk dat het een beetje cynisch wordt. En dus dat mijn derde reflectie is dat ik eigenlijk ook denk dat het belangrijk is dat er veel meer jongeren macht krijgen. Want als ik ook kijk naar mezelf, mijn eigen vriendengroepen, we hebben heel activistische vriendengroepen. We gaan elke keer op vakantie met 40 mensen waar we dan hebben over de wereld en hoe we maken een betere wereld. En je ziet gewoon over de jaren heen dat we steeds meer een soort van, ja, we moeten even bijkomen, want ja, weet je, huur betalen en kinderopvang regelen en kinderen en ook nog de baan. En ja, dan word je wel een soort van, het is veel, man. En dan moeten we ook nog een keer naar boven de wereld gaan veranderen. En we kunnen onszelf geen zonnepanelen betalen, weet je wel. Dat gewoon. Dus ik denk dat het belangrijk is dat jongeren meer invloed hebben. Want ik weet nog dat ik heel lang heel veel energie heb gehad om heel radicaal dingen te willen veranderen. Dat weet Ronald ook nog wel, denk ik, uit mijn Philips-tijd. Toen ik nog zeg maar van de toren liep te blazen over wat allemaal anders moet. Als ik dat nu nog een keer zou moeten doen, denk ik, ik weet niet of ik dat zou kunnen aankunnen, zeg maar. Dus dat is een beetje mijn wat meer pessimistische reflecties, I guess. Maar dat zijn mijn reflecties voor nu. Dankjewel, Robin. Dat is mooi dat je dat wilt delen. En ik denk ook wel reflectief voor het gevoel wat bij veel mensen hier in de zaal ook zal bestaan. Dat we proberen sens te maken van alles wat er speelt en we willen iets doen. Tegelijkertijd zien we ook alle praktische bezwaren, problemen, roadblocks. En soms is het best wel lastig om daar niet aan te vertwijfelen, om het zo maar te zeggen, om een germanisme te gebruiken. Ik heb de neiging om nu heel veel vragen te gaan stellen en met jullie in debat te gaan, maar dat wil ik niet doen. Ik wil graag kijken in de zaal. We hebben 65 mensen in de zaal. Ik kan me voorstellen dat de diverse bijdragen zowel de keynotes als ook de reflecties van de panelleden ook leiden tot vragen of opmerkingen, commentaren van jullie kant. Dus ik wil even kijken of er in de zaal behoefte is om te spreken, een vraag te stellen aan een van de panelleden. Misschien kunnen jullie ook naar voren komen, zeker een opmerking te maken. Wie mag ik het woord geven? Misschien kunt u zich kort even voorstellen en dan uw vraag stellen. Ja, ik ben René Sperman. Ik ben oud-statenlid en daardoor geïnteresseerd in het hele gebeuren. En wat mij zo doet denken aan die insuline. Wij hadden dus in Brabant Philips Morris, die maakte sigaretten. En die financierde onze kanker, want ik was betrokken bij het kankerinstituut. En die financierde ons. Wij stonden erbij en keken ernaar en hebben ons niet, denk ik, genoeg gerealiseerd dat dit eigenlijk een belachelijke zaak was. En het deed me ineens herinneren toen die meneer vertelde over die insuline, wat natuurlijk ook zo is. En dan denk ik van, en dat geldt ook een beetje voor Philips, wat u daarnet zei, als je dus inderdaad gewoon producten maakt, waarvan je vindt dat ze dus inderdaad niet eeuwigdurend kunnen blijven bestaan, want anders kun je niet leven, heb je geen winst. Dat je dat inderdaad dus openbaar maakt. En dat je je ook eens realiseert, waar maak je die producten van? En waar blijft, want ik zag die enorme berg afval. Wat doen we met die afval? Waarvoor doen we niet veel meer in die circulaire industrie, zal ik maar zeggen, dat je dingen weer zou kunnen hergebruiken? Dat zou ik ook wel graag willen. Wie van jullie wil erop reageren? Ja, misschien mag één ding meteen even tot de aansluiting op wat Robert ook zei. Ik vind het... Ja, ben ik te verstaan? Je bent goed te verstaan. Ja, prima. Ja. Nee, kijk, ik vind het mooie van het kapitalisme, laat ik even zo zeggen, dat het is niet pervers per in zichzelf. Je kunt daarin keuzes maken, je kunt daarin ontwikkelingen maken, andere keuzes maken. Dat vind ik, nou ja, zowel inderdaad wat Signify gedaan heeft met licht, natuurlijk echt heel fascinerend, waardoor je die prikkels anders omzet. Ik heb dat voorbeeld van Novo Nordisk gegeven. En soms moet je afscheid nemen van bepaalde bedrijfstakken, hoe winstgevend ze ook zijn. En dan moet je zeggen, luister, willen wij echt een tabaksindustrie van deze omvang enzovoort? Of moeten we dan niet veel harder alle kosten, alle medische kosten, gewoon op die bedrijven verhalen? En dan gaat het verdienmodel eruit, zeg maar. En het gekke is dat wij dus die externe effecten, als samenleving betalen we ervoor. En dat zijn de prikkels die je anders moet zetten. Maar dat past helemaal, dat kan prima binnen het systeem, zeg maar, zo te zeggen. Dus, ja. Ja, dat zijn vragen die ook scheuren. Hè? Dus als bedrijf, ik denk, er is nog geen bedrijf, sociaal ondernemer of groot bedrijf opgericht met het doel om alleen geld te verdienen. Je hebt als ondernemer het idee dat je wilt iets toevoegen. Philips broeders die hebben destijds gezegd, wij willen mensenlevens verbeteren. Het heeft tot het jaar 2010 geduurd of zoiets, 2008, toen wij begonnen dat echt te kwantificeren en zeggen van, weten wij überhaupt in welke landen, met welke producten wij hoe mensenlevens verbeteren? Kunnen wij dat kwantificeren om erop te kunnen sturen? Kun je dat gebruiken om je innovatiemiddelen te richten? Philips investeert nog steeds bijna 2 miljard euro per jaar in R&D. Als je dat kunt investeren in producten en diensten die bijdragen om zorg toegankelijk te maken bijvoorbeeld, dan voeg je heel veel waarde toe. Het moet toch mogelijk zijn om een deel van die waarde tot geld te maken, zodat je kunt blijven groeien en die mooie dingen doen die je wilt doen. Maar dat is een andere manier van denken. Misschien mag ik nog als laatste iets toevoegen over de rapportageverplichting. Want ik snap helemaal wat jij zegt van, gaat dat wel snel genoeg en gaan we nou werkelijk de wereld daarmee veranderen? Misschien niet. Maar in dit geval, hè, wat u net schetst, Philip Morris zou nooit meer mogen claimen dat ze een positieve impact maken door te doneren aan stichting zoals u dat schetst. En ze zullen in de rapportageverplichting heel duidelijk moeten stellen waar hun impact, risico en opportuniteiten, was een nieuw woord van mij, maar liggen. En zoiets zou dus nooit meer naar voren kunnen komen in die nieuwe rapportageverplichting als kijk ons eens heel goed bezig zijn en daarmee feitelijk de negatieve impact die er ook is niet meer te rapporteren. En dat geldt in dit geval voor de gezondheid, wat natuurlijk een belangrijke impact is. Maar in klimaattermen geldt dat ook voor de CO2-impact. Dus reduceren van emissies is niet een positieve impact. Alleen daar waar je ze echt voorkomt, kun je ze claimen als een positieve impact. En ik denk dat dat ook door die rapportageverplichtingen de boel op scherp gaat zetten in wat, we gaf een aantal voorbeelden van greenwashing, heel veel duidelijker laat zien van wat kunnen we wel, wat accepteren we nog wel als een positieve bijdrage en hoe scherp definieer je die negatieve bijdrage. En dat we daarin ook nog verschillen gaan zien in hoe verschillende bedrijven daarover rapporteren, dat is een feit. Al was het maar doordat die sectorspecifieke standaarden er nog niet zijn. En ik zag financiële instellingen nog niet bij die sectorspecifieke standaarden zijn. Dus hoe we dat als banken moeten doen is ook nog voor een groot deel, ja, zoek het maar uit op dit moment. Dus je zult daar echt nog wel een aantal rapportagecycli in nodig hebben om dat helemaal goed met elkaar vast te stellen. Maar ik verwacht wel dat we daar meer duidelijkheid, ook meer transparantie en daardoor ook echt wel een verandering in zetten. En ik snap jou bijna wanhoop van gaat het wel hard genoeg? Ja, ik hou daar nog wel aan vast, omdat dat de enige manier is om de wal het schip te laten keren. Dus ja, hoop dat je daar nog wel enigszins op kunt wachten. Misschien om daar toch iets aan toe te voegen. In een van de bijdragen werd ook zijdelings gerefereerd aan het feit dat het kapitalistische systeem de afgelopen 200 jaar ook een aantal grote maatschappelijke problemen heeft helpen oplossen. De kindersterfte is naar beneden, de kloof tussen arm en rijk is kleiner geworden. Er zijn heel veel mensen uit poverty gekomen, et cetera, et cetera. Ik bedoel, wie daar meer over wil lezen kan denken over het boek van Rushling, Factfulness, of recentelijk Hannah Ritchie, Not the End of the World. Als je inspiratie zoekt, Robin, zou ik je zeer adviseren om daar ook eens naar te kijken. Wat bij mij toch eigenlijk een beetje overheerst is dat we onszelf een beetje in de weg lijken te zitten, daar waar het gaat om prioriteitsstelling in rapportage en de complexiteit van de eisen en wensen die er gesteld worden in die rapportage. Niet alle problemen waar we ons als mensheid voor gesteld zien, zijn even urgent. Ze zijn allemaal belangrijk, maar ze zijn even urgent. Je kunt het punt maken dat de klimaatcrisis wellicht toch een iets andere prioriteit zou moeten hebben als een van de andere 17 SDG's. Hoe kijk jij daarnaar, Philippe? Ja, dat is natuurlijk de kritieke vraag. En eigenlijk bij die rapportages en het Europees raamwerk dat ik geschetst heb, is eigenlijk het startpunt precies nagaan via een materialiteitsanalyse, noemen ze dat dan met een technische term, nagaan bij de verschillende stakeholders, wat is eigenlijk van belang bij jullie? Ja? En dat is een zeer belangrijk proces. Want het is niet vanuit het standpunt van de onderneming die denkt van ja, onze klanten zullen wel dit belangrijk vinden en dat zal een prioriteit zijn. Nee, het is van belang om elk van die belangrijke stakeholders te gaan bevragen. Het begint uiteraard bij het eigen personeel. Ja, dat is een van de belangrijkste assets van de meeste bedrijven ook. Hè. Dus daar beginnen van wat is er eigenlijk van belang bij personeel. En om een voorbeeld te geven, in een mijnbedrijf, mijnbouwbedrijf, ja, zal waarschijnlijk veiligheid belangrijk zijn. En een interessante studie, om eventjes eigenlijk dat op scherp te zetten, eigenlijk, een interessante studie, een Amerikaanse studie, geeft eigenlijk aan wat dat het belang van een rapportage is. Want onder president Obama is er een bepaalde wetgeving gestemd, de Dodd-Frank Act, dat doet er eigenlijk niet toe, maar en daar werd gesteld dat de beursgenoteerde mijnbouwbedrijven moesten rapporteren over het aantal ongevallen en ook met dodelijke afloop en welke maatregelen dat er werden genomen en dat in de financiële rapporten moest opgenomen worden naar de beleggers toe. Nu, die informatie was eigenlijk al beschikbaar bij de toezichtshouders van die mijnbouwbedrijven. Dus die informatie was niet nieuw. Je kon het ergens op een of andere overheidswebsite wel terugvinden. Wat hebben we nu gezien? Dat plots die beursgenoteerde mijnbouwbedrijven, dat de ongevallengraad, de graad van ongevallen en met dodelijke afloop, zeer sterk daalde. Puur door die rapportage. Omdat ze veel duidelijker eigenlijk moeten aantonen van, ja, kijk, we zijn wel verantwoordelijk en nu ziet de volledige wereld het in ons financiële jaarverslag. Dus het belang van die verslaggeving is echt wel cruciaal. En ik gaf vanmiddag in mijn cursus bij de masterstudenten hier, mijn cursus Corporate Sustainability, het voorbeeld van Nike. En mevrouw, u had daar die vraag over de circulaire economie. Het is interessant om te zien bij Nike welk materiaal dat ze gebruiken, wat de impact is op de planeet eigenlijk van het materiaal en hoeveel percentage van de grondstoffen die ze gebruiken eigenlijk recycleerbaar is of gerecycleerd is. En we weten allemaal dat katoen, gerecycleerd katoen nu, echt wel een hot commodity wordt. Maar je ziet het daar eigenlijk staan en je ziet de vooruitgang en dan kan je vergelijken van wauw, ze doen het eigenlijk toch wel veel minder goed dan een concurrent. Dan gaan we toch wel onze acties gaan richten eigenlijk naar of zaken gaan aankopen bij de concurrent in plaats van Nike, als ze het minder goed doen. Dus eigenlijk het belang van die transparante rapportages is echt wel cruciaal in de stap. Ook voor sociale ondernemers. Ik start nu een groot project rond de transparantie van de impact van die sociale ondernemers. En als zij niet kunnen articuleren op een duidelijke manier, verstaanbare manier, wat precies die impact is die zij willen gaan bewerkstelligen, ja, dan wordt het eigenlijk een zeer lastig verhaal naar die private equity firms of die institutionele beleggers die veel middelen hebben, maar die het gewoon niet weten en die zeggen van oké, maar dan gaan we die financiering niet doen. Dus ik zou toch pleiten, oké, het is complex, maar we hebben al raketten naar de maan gestuurd eigenlijk in de jaren 60. Dat kunnen we toch ook wel doen. Ik wou jou vragen om kort uit te leggen, omdat ik er niet vanuit ga dat iedereen weet wat een B-Corp is. Wat een B-Corp is, waarom jullie besloten hebben dat te worden, want dat vraagt behoorlijk wat inspanningen, en hoe het je helpt in het opbouwen van je bedrijf. Ja, dus B-Corp is eigenlijk de ISO-certificering voor impact. Je moet meten hoe je omgaat met je mensen, met je klanten, met je impactdoelstellingen, met de planeet. En dat ook elk jaar op rapporteren over hoe je dat doet. En je moet een minimum score hebben voordat je een B-Corp kan zijn. Dus het is eigenlijk een best wel zware soort van certificatie dat je kan claimen dat je impact maakt. En het grappige was, toen wij begonnen met Inuka, toen hadden we eigenlijk van het begin af al een foundation, die was mede-eigenaar van het bedrijf, met het idee van als we winst maken, dan zorgen we ervoor dat altijd een deel terugkomt bij degenen die niet kunnen betalen voor de producten. Met het idee dat je dan impact inbedt in de organisatie. Maar nobody cared, merkten we. En toen kregen we een investeerder. Toen merkten we van ja, toen zaten we opeens in een markt waar iedereen claimde impactgedreven te zijn. Want wij zitten dus in de coaching en mentale gezondheidswereld. En ja, alle bedrijven die daarmee bezig zijn, impactgedreven. Terwijl wij zagen in de rapportage van wat die bedrijven doen, gaat het heel erg over gebruik. En niet over, oh ja, maar wat doet het nou echt met mensen? Wat is het resultaat dat je ziet? En wij rapporteerden er wel op, maar nobody cared either. Dus dat is een beetje een soort van het cynisme van het kapitalisme. Als er geen vraag naar is, ja, dan gebeurt het ook niet. Ik ben ook trouwens ook heel positief over heel veel dingen van het kapitalisme wel hoor, maar even dit stukje. In ieder geval. En toen was dus het idee van ons van, we zagen dus dat B-Corp, dat werd wel eigenlijk een soort van sexy ding. Want je hebt dus dingen als bedrijven als Patagonia, je hebt Tony Chocoloni's, een soort van de hippe, coole bedrijven waar iedereen bij wilde horen, die werden B-Corp gecertificeerd. En toen hebben we gezegd van, nou ja, dat is blijkbaar een goed signaal aan de markt om te laten zien dat je echt impactgedreven bent. Ook al vonden wij onze eigen impactrapportering en onze eigen foundation legale embedding, zeg maar, veel sterker. Maar goed, oké, dit was dan een marketing ding, zeg maar. Wat wel heel veel werk kostte om te doen. Het helpt dus, voor ons hielp niet het om bedrijf op te bouwen, omdat we het toch al deden. Dus dat was een beetje het verschil. Maar wat we wel zien bij andere bedrijven die dat nog niet doen, het helpt hun om echt na te denken, hoe doen we dit in elk onderdeel van de business meten, weten en dus de meting is daarin heel belangrijk, om echt die impact te meten en ook te laten zien aan de markt dat het ook echt zijn, zeg maar. Dat het niet een greenwashing verhaal is, waar iedereen toch wel heel snel cynisch over is. Dus dat is het denk ik vooral. En het grappige was ook nog een keer dat we er ook nog een investeerder nieuw erbij kregen en die wilde weer dat we weer een andere meting deden, de SROI, ik weet niet of je die ook kent. Dat moesten we ook nog een keer bovenop gaan doen. Dus wij hebben echt heel veel tijd besteed en heel veel meten en weten. Als het je niet echt heeft geholpen het bedrijf zeg maar op te schalen, zou je het nog een keer doen? Dank je voor het antwoord. Mag daar even... Ik kijk even naar de zaal. Ik zou het doen. Ja. Je zou het wel doen. Als je mee wil werken, dat systeem dat waardevol gaat vinden. Oké. Mag er één ding aan toevoegen? Van, kijk, ik sprak net, ik noemde het al eventjes, met ook een B-Corps van Van Wijhe Verf. En die zei wel van, ja, we zijn een relatief klein bedrijf. Ik geloof 400 werknemers of iets dergelijks. Maar die is een B-Corps, hele hoge eisen. En vervolgens komt de overheid en dan kun je het allemaal nog eens een keer met volgens een andere systematiek doen. En met een hele dure accountantsbureaus en dergelijke die daar, waar je echt zegt, ik kan het gewoon niet opbrengen. En ik ben gewoon hoger dan elke standaard ook maar denkbaar eigenlijk, zitten die B-Corps. Dat is een zwaar proces. En dan ook dat nog een keer. Dus als die beleidsmakers zijn die daar iets aan kunnen doen, dan heel erg graag. Laat ik het even zeggen. Dankjewel. Ik zie een vraag uit de zaal. Leon, welkom. Ja. Nou ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Leon Wijnands, ING. Ik heb een vraag aan Govert en aan Philip. En dat is gebaseerd, eigenlijk, ik hoor Govert jou zeggen, is eigenlijk een soort, ik sla het even bewust heel plat, een pleidooi voor een Europees model. En Philip, je hebt het niet direct gezegd, maar ik proefde toch iets van een voorkeur voor de meer Europees georiënteerde impactrapportage dan de Amerikaans georiënteerde risico- en opportuniteitenrapportage. Het punt is dat de meeste Europese bedrijven voor het overgrote deel in handen, en de overgrote deel, daar heb ik het echt over percentages oplopen tot 90, 95%, in handen zijn van Amerikaanse investeerders. En dan is toch de vraag, ja, hoe doorbreek je dan die spiraal? Want we hebben ook al in de praktijk gezien dat een aantal ondernemingen zelfs ESG-doelstellingen naar beneden aan de bijschroeven zijn onder druk van activistische aandeelhouders. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daar dan naar kijken. Ik, als moderator behoud ik me het recht voor om iets af te wijken van de volgorde aan wie je de vraag hebt gesteld, omdat ik weet dat Robert binnen 5 minuten weg moet. Philips is geen uitzondering op de regel die eigenlijk zojuist door Leon wordt gesteld. Hè. Europees bedrijf van origine, wereldwijd actief. Een groot deel van de omzet komt uit Amerika. Een groot deel van de investeerders en eigenaren zitten in Amerika. Hoe ga jij ermee om? Hoe gaat Philips ermee om? Ja, ik denk delen is uitleggen waar je mee bezig bent en hoe je waarde toevoegt. Ik vond het plaatje intrigerend van die McKinsey-rapport, maar dat is natuurlijk geen zelfloper. Het enige wat jullie zeggen, of wat ik jullie hoor zeggen, is van duurzaamheid wordt vaak als tegenstelling tot winstgevendheid of als van de voorstander, zeg maar, als winstmotor gezien of zoiets. Maar het zijn gewoon 2 totaal verschillende assen. Dus je moet daar heel harde keuzes in maken. Dus bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit. Ja, je kunt gewoon ervoor zorgen dat je alles terugneemt, maar dat betekent niet dat je geld mee verdient. Je kunt ook een gigantische berg werkkapitaal blijven zitten. En by the way, ik weet waar we het over hebben, want wij zijn wereldwijd in staat om grote medische apparatuur terug te nemen. We hebben echt miljarden geïnvesteerd in die vaardigheden om het op te bouwen. En we maken er ook winst mee, maar dat is niet vanzelfsprekend. Of als je het over CO2 hebt. Je kunt gewoon bomen planten of je kunt investeren in fabrieken die CO2 uit de lucht zuigen voor €600 per ton. Maar je kunt ook gewoon je logistiek op orde brengen en dan bespaar je gewoon €600. Omdat je niet hoeft te vliegen, maar met de schip kunt gaan. Dus het zijn 2 verschillende assen. Je moet het verhaal heel zuiver uitleggen. Ik zou altijd zeggen, de kapitaalmarkt is ook maar een markt. Daar zitten gewoon mensen op potten met geld, die moeten dat ergens kwijt. Als je een goed verhaal hebt, ga dan met mensen in zee waar je een gemeenschappelijke normen en waarden mee hebt. En niet per se met de geldwolven die gewoon in de GWG-logica zitten, maar andersom. Dat zou mijn antwoord zijn, Ronald. Dankjewel, en ik weet dat je zo moet gaan. Dank voor je bijdrage zover. De vraag was ook gesteld aan Philippe en Govert. Govert, wat zijn jouw reflecties op dit punt? Ja, kijk, er zit natuurlijk wel echt een punt in waarin je zegt van hoeveel zelfvertrouwen wil je opbrengen, ook als Europa. En je kunt het verschillende kanten opdenken. Kijk, er is natuurlijk een heel interessant boek verschenen over wat dan heet de Brussels effect. Dat juist ook omdat Europa nog steeds, ja, in elk geval een hele grote markt in de wereld is. En dus ook marktmacht heeft. En dat moet je dus ook als het ware durven uitoefenen. En dan ook zeggen, luister, als hier bedrijven actief willen zijn, dan moeten ze ook voldoen aan onze standaarden. En wat je nou ziet, dat is natuurlijk het hele punt van dat boek is, dat je dat bijvoorbeeld bij Facebook zit en zeggen van ja, bedrijven houden er niet van om wereldwijd opereren aan 2 verschillende standaarden te hebben. Dus dan ga je naar de hoogste standaard toe en dan ga je daaraan voldoen. Ja, het is een beetje gokken, dat effect. Het is ook, je merkt nu, het is een beetje armpje drukken tussen verschillende krachten. Maar ik denk dat je niet te snel moet opgeven daarin. En gewoon durf dat Europese verhaal neer te zetten. En dan misschien kom ik even nog het laatste punt wat jouw vraag daarbij aangevend. Dat moet je wel op bescheiden wijze doen als Europa. Maar tegelijkertijd ook durven zeggen, luister eens, we moeten toe naar een wereld die duurzamer is. En dat geldt voor hier, dat geldt ook voor China, dat geldt voor Afrika. En dan moeten we met elkaar, nou, het is inmiddels dat een globale agenda. Hè, dus je stelt je niet achter een soort van eigen agenda, maar de Sustainable Development Goals, het Parijse akkoord enzovoort. En dat je echt als politieke speler, er zijn eigenlijk misschien te weinig spelers die ze echt hard maken voor die agenda. Ik zou dat, en dat zou ik heel graag van Europa zien. Dat je in elk geval zegt niet van, nou ja, kijk ons eens eventjes, maar en daarom ook heel goed kijken naar die ketens, dat je het ook niet waterbedeffect elders neerlegt, dat ook echt serieus neemt, zodat je een geloofwaardige speler kunt zijn in dat verband. Maar het ook wel durven doen, dat zou maar... Ja, ik had eigenlijk hetzelfde antwoord. Maar ik ga er iets aan toevoegen. Hè. Dus de Europese markt is uiteraard een belangrijke markt, ook voor Amerikaanse investeerders. Maar ja, ik ben nu zelf met een studie aan de slag en daar kijken we naar de private kapitaalmarkt, wat ook een gigantische markt is. Dus niet alleen de grote beurspartijen enzovoort, maar private equity, private debt en zo. En wat je daar ziet, en dat is wel een interessant fenomeen, dat is dat een aantal partijen toch wel meer en meer invloed beginnen krijgen in de financiering van die private kapitaalmarkten. En dat is met name de pensioenfondsen. En daar zien we dat de grote spelers waaraan we meestal denken, hè, de BlackRock, State Street en zo, hè, de Big Three grote investeerders, dat die uiteraard een belangrijke stem hebben, maar dat je meer en meer, inclusief de grote Nederlandse pensioenfondsen, een enorme stempel drukken eigenlijk op die private capital markets. En dat je dan ziet dat die fondsen die investeren in bedrijven, onder andere ook impact investments, hè, dus puur gericht op een aantal sociale of milieudoelstellingen, dat dat eigenlijk ook vanuit die hoek vooral gefinancierd wordt. Dus ik zou... de macht van die pensioenfondsen eigenlijk toch wel niet onderschatten. En daar is Europa echt wel een koploper in. En we zien dus inderdaad in onze studie dat er een soort van matching aan het gebeuren is van, ja, en dat er een wegstromen is van de klassieke Amerikaanse fondsen en dat daar in de plaats komt van meer fondsen met een lange termijn perspectief. En dat zijn de pensioenfondsen ook. Ja. En je ziet eigenlijk in de Verenigde Staten ook verschillen tussen de staten. Want we denken altijd, ja, de US, hè, ik heb er 10 jaar gewoond in 2 verschillende staten, Californië en New York. Gigantische verschillen ook. Dus Californië gaat echt volledig radicaal in op de Europese lijn qua rapportage rond klimaat. Dus met impact, legt allerlei extra... eisen op ten opzichte van de federal government. En dat is wel een interessante ja, evolutie dat we zien. En dat is wat Govert, wat je net zegt, het heeft echt een spillover effect van Europa naar Amerika. Want Amerika zal moeten meebewegen, want anders verliezen ze een markt en wordt de kapitaalmarkt in Amerika wel een stuk kleiner en minder relevant. Sandra, hoe kijk jij daar vanuit de ING naar? Want jullie zijn dan niet zo groot als een pensioenfonds, maar beheren wel een hoop geld. Bepalen ook waar je dat investeert. Hoe zie jij dit debat? Nou, ik denk dat het een hele terechte vraag is. En inderdaad ook een van de eerste dingen die in mij opkwam toen Leon dit zei was... wat we ook veel zien is dat partijen die zich hebben gecommitteerd aan allerlei klimaatdoelstellingen... zeker in de Amerikaanse markt zich langzamerhand aan het terugtrekken zijn. Dus een terugbeweging uit angst voor rechtszaken, uit angst voor het verlies van klandizie. En dat is natuurlijk een beweging die je bij voorkeur niet ziet. Ik denk dat we met heel veel trots, jullie gaven ook aan 2015, het jaar waarop er heel veel gebeurd is. Waarop onder andere het vaststellen van de doelstellingen van Parijs. Als opvolging daarvan is ook ontzettend veel gebeurd in allerlei sectoren, maar ook in de financiële sector, om de krachten te bundelen en samen te werken aan wat zijn dan de doelstellingen die we als sector willen zetten. En je ziet daar toch ook een ja, terugtrekkende beweging door al die krachten op. En ik denk dat een belangrijke stelling ook is, en dat haal ik ook wel een beetje uit jullie twee... betogen is die polarisatie in het debat. Hè? Dus er ontzettend, het is of zwart of het is wit, maar alle tinten daartussen die verliezen eigenlijk daarmee volledig het krachtenveld. Dus wat jij net benoemt over pensioenfondsen hebben een hele belangrijke stem. Ja, dat is iets wat je in dat debat dan eigenlijk nauwelijks nog terug hoort. Je ziet alleen maar die grote uitschieters. En ik denk dat dat weer terugkrijgen in nou, hoe erover wordt geschreven, hoe erover wordt gesproken, dat dat heel belangrijk is. Ook om de hoop niet te verliezen bij mensen zoals Robin. Die uit alle nieuwsberichten die je hoort dat eigenlijk niet meer meekrijgt. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Hè? Daarnaast denk ik, wat kan de financiële sector doen? Ja, het blijven financieren van dergelijke initiatieven, producten en diensten aan te bieden waarin ook dat positieve wordt beloond. Nou, Philips is net vertrokken, maar ING was een van de eerste samen met Philips om een dergelijk product op de markt te zetten, waarin KPI's die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid extra beloond werden in de vorm van de lening. We doen dat inmiddels voor heel veel meer type bedrijfsleningen, maar ook voor hypotheken. En dat is niet alleen bij ING, maar dat is eigenlijk iets wat nu gewoon een gangbaar product is geworden in de financiële markt. En dat is in een tijdsbestek van nog geen 6 jaar enorm gegroeid. Dus ik denk ook dat dat wel weer een heel positief signaal is, dat als eenmaal de beweging in gang gezet wordt, dat het ook echt best wel hard kan gaan om een positieve draai te geven. Zijn er vragen in de zaal? Ik ga naar u toe. Misschien kunt u zich kort voorstellen. Ja. Mijn naam is Coron Bos, ik werk voor de provincie Gelderland. Ik heb eigenlijk een vraag die eigenlijk gericht is aan Philip Joos, want ik heb hem niet gehoord. Maar die is vast in beeld. In 2015 onder andere door KPMG is een analyse gedaan dat verduurzaming ook bijdraagt aan een robuustheid ten opzichte van vijandige overnames. Nou hadden wij het net al over de markt en over investeerders. Is die meegewogen in het onderzoek? Mede omdat we dus nu ook, als je dat zou doortrekken naar geopolitieke vraagstukken, zou kunnen betekenen dat er veel meer rust gecreëerd kan worden in markten door verduurzaming. En dat niet alleen wij tegen de wereld, maar wellicht ook globaal gezien. Dus is dat verder doorgetrokken, gemaatvoerd onderdeel geworden van het rapporteren en sturen in deze vraagstukken, omdat dat een bijdrage kan leveren aan de koers. Je hebt in ieder geval 30 seconden om na te denken, Philip. Absoluut. Kijk, natuurlijk wat ik geschetst heb, is dat die waarderingsmodellen, en zeker bij fusies en overnames, hè, bij M&A activity, dat die waarderingsmodellen meer en meer ook ESG-componenten, dus duurzaamheidscomponenten, zullen innemen. En als je het hebt over duurzaamheid, ja, dat is eigenlijk... ja, niet zo ongelooflijk verschillend eigenlijk van lange termijn denken. Ja? Waar bij overnames veel voor betaald wordt, is de immateriële activa. Ja? De mensen die je overneemt, de kennis die je overneemt enzovoort. Wel, eigenlijk is duurzaamheid ook een soort van immaterieel actief dat je waardeert. Dus ik voorspel dat bij die rapportages die nu er aankomen, dat er veel meer transparantie is over wat duurzaamheid nu precies is en hoe dat je die waardering kan doen. Dus dat er veel preciezere waardering is. En dat dus die overnames inderdaad zullen gestimuleerd worden en die incorporatie zullen nemen van die duurzaamheidsinformatie. Nu, ik heb zelf al 10, 15 jaar, nee 12 jaar om precies te zijn, een gastspreker in mijn collegereeks. Die een expert is bij fusies en overnames. Hè. En de prijsbepaling en de toekenning aan alle activa die je overneemt enzovoort. Dus ik stelde hem vorig jaar nog de vraag. Ik zeg, Jochem, je doet dat op dagdagelijkse basis. Wordt er inderdaad gekeken naar die duurzaamheidscriteria? En hij zegt, ja, nog eigenlijk te weinig. Nog te weinig. En het heeft vooral te maken met de kwaliteit van die rapportages. Ja, die nu nog ofwel op vrijwillige basis zijn, of onbetrouwbaar, of te veel greenwashing enzovoort. En daar willen bedrijven natuurlijk iets minder voor betalen. Dus ik voorspel wel dat er meer en meer in de toekomst, als die studie die u citeert van 2015 is, maar als we naar 2025 kijken, zal er toch wel een volledig andere wereld zijn in die fusies- en overnamewereld. Ja. Dankjewel. Tom Edelbroek, mijn vraag is, wat is de beste manier van ondernemen? 50 jaar geleden was het al bekend dat er enorme vervuiling was. En er is eigenlijk nog steeds, zijn er bedrijven die heel erg veel vervuilen. Er is al een paar voorbeelden gegeven van Doopsik en andere bedrijven, Tata Steel, noem maar op. Nog steeds gaat het door, de vervuiling. En de digitale ondernemers vervuilen ook ons geestelijk, mentale milieu, zou ik maar zeggen. Dus we moeten een ander soort ondernemers hebben. Het lijkt wel alsof het moreel besef van de ondernemers, van de bestuurders, totaal, althans bij een groot deel, totaal ontbreekt. Dus volgens mij moeten we naar een ander soort ondernemingen. En ik zou willen pleiten voor de coöperatieve opzet. De werknemers hebben net zoveel recht op het geld wat verdiend wordt als de geldschieters, zou ik maar zeggen. We moeten daar vanaf. Wat vinden jullie ervan? Kijk, dat zijn de vragen die ga ik aan de filosoof geven. Dat zijn de grote systeemvragen. Nou, kijk, er is een uitspraak van de Engelse dichter T.S. Eliot. Dat heeft me altijd heel diep geraakt. Hij zegt, we kunnen dreamen of systems so perfect that no one will need to be good. En dat is eigenlijk zo'n verleiding dat je denkt van het systeem, waardoor we eigenlijk niet meer over moraal hoeven te praten enzovoort. En het systeem is het dan. Ik denk ook een coöperatief systeem, dan zullen we net zo goed het debat moeten voeren over hoe verdienen we dan als coöperatie ons geld. En dan zul je ook die morele vragen moeten stellen. Dus daar ontloop je niet aan. Dat is niet zozeer gebonden aan het systeem als zodanig. Maar je moet wel zeggen, kijk, wat heel funest is als het systeem zo werkt dat je zegt, luister eens, morele vragen tellen niet, we gaan er niet over hebben enzovoort. Het gaat alleen puur om die harde winstcijfers financieel, dat is het enige. Nou, daar moeten we vanaf. En of het precies is, ik denk met een type onderneming, ik denk dat dat nogal een hele andere vraag, maar ik ben het met u eens, daar moeten we vanaf. Maar dat is ook iets waar we dus echt ja, allemaal bij zijn. Dus ik vind dat maatschappelijke debat over onderneming, en dan moet de onderneming ook zich durven verantwoorden. En, zoals ik al zei, we moeten soms van bepaalde dingen ook gewoon afscheid nemen. Op deze manier willen wij niet, dit product kan gewoon niet meer. En ik denk ook aan wat u vrij zegt van Big Tech. Hè. Nou, dat is een sluipende, ik ben het helemaal met u eens, een sluipende vervuiling van onze geest. En we hebben nou, er zijn natuurlijk heel veel cijfers over de depressie-epidemie onder jongeren. En daar moeten we dus ook als samenleving daar een debat over voeren. Luister eens, welke invloed geven wij ineens zomaar aan bedrijven die immense invloed hebben op onze geest. Ik ben het daar helemaal mee eens. Daar moeten we dus ook als samenleving een debat over voeren en grenzen aan stellen. Dus een markt kan niet zonder grenzen die duidelijk gesteld worden. Ik denk dat eigenlijk, maar dat betekent niet dat je moet zeggen, nou ja, ondernemerschap is niet belangrijk. Nee, de creativiteit enzovoort die daarin belangrijk is, die is ook heel belangrijk. Maar de kaders moet je ook helder stellen. Ja, dat even een antwoord. Ja, zeker, zeker. Ja, ik vind dat een zeer terechte vraag, maar ik ga een vraag terugstellen. Ja. En ik ga het probleem eigenlijk een klein beetje scherper maken. Eigenlijk. Want neem nu een bedrijf zoals Volkswagen. Ja. Het Duitse systeem heeft inderdaad, in de raad van bestuur, is de helft eigenlijk gekozen vanuit de werknemers. En dan voor de helft komt eigenlijk door de aandeelhouders. Oké, dat is prima, fantastisch, dat is eigenlijk een model dat we misschien willen en zo. Maar wat gebeurt er nu met alle duurzaamheidsdoelstellingen van Volkswagen? En we weten natuurlijk wat er in 2015 gebeurd is met het dieselschandaal. Dat is dat de CEO, de vorige CEO van Volkswagen, heeft het nogal lastig gehad. Want die wou na het grote dieselschandaal radicaal de verandering doen en het bedrijf milieuvriendelijk maken. Alle soorten milieudoelstellingen die zeer ambitieus waren voor Volkswagen. Maar die zei van, wij zijn een topbedrijf, wij kunnen het aan. Waar kwam de tegenstand? Vanuit het personeel. Want ze wilden gewoon niet mee. En op een zeker moment zei ja, sorry, natuurlijk, die mensen, al die ingenieurs en die werknemers die met motor bezig zijn, ja, sorry, dat zal wel lastig worden. Dus er zou een reconversie gekomen zijn, met afdanking van 10.000 jobs en zo. En dan hebben ze gezegd, nee, de CEO vliegt eruit. Dus sorry, we gaan tegen het milieu in, maar voor het behoud van de werknemers. En dat is eigenlijk... Het grote punt van duurzaamheid is dat er trade-offs moeten gemaakt worden. Een soort van afweging. Het is niet allemaal meer duurzaam. Nee, nee. Het ene is misschien duurzaam voor het milieu, maar dat gaat ten koste van werknemers, de sociale component. En dat is eigenlijk... Sandra, een bedrijf in Brazilië. Dus je kunt ze wel overtuigen dat... Ja. Nee, er zijn zeker voorbeelden. Maar als je kijkt naar de grote corporates, daar zullen echt wel die afwegingen moeten gemaakt worden. Dat het merendeel van de samenleving stemt nu op partijen die tegen, voor klimaatverandering zijn, zeg maar, dus die niet progressief zijn in de keuzes. Dat betekent dat het merendeel van de samenleving, als je die macht zou geven in bedrijven, ook vooruitgang zou tegenhouden, ben ik bang. Als ik gewoon kijk naar mensen om me heen, ondernemers zijn vaak wel degene die durven te dromen en die dromen ook in actie durven om te zetten. En ik geloof heel erg in andere soorten modellen van organiseren en zo, maar ik denk niet dat dat de oplossing is. Het is gewoon heel veel dingen die anders moeten, zeg maar. Sandra, ik zie dat jij nog wat wil zeggen en daarna kijk ik op de klok en ga ik proberen een paar afrondende opmerkingen te maken. Nou, het was mij eigenlijk een soort terugbrengen naar kennis en onderwijs, het punt wat ik in het begin maakte. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om ook de kennis bij iedereen over te brengen, om te snappen wat gebeurt er, wat zijn die trade-offs, waar kies ik dan uit, om zo een weloverwogen keus te maken en op die manier hopelijk steeds verder de kant te kiezen van de duurzame oplossingen. Dus. Ja, dankjewel Sandra. Ik kijk naar de klok. We hebben nog een minuut of twee. En daarna zijn jullie allemaal uitgenodigd om nog even na te praten in Esplanade onder het genot van een drankje. Ik heb het genoegen om meerdere malen per week college te geven aan studenten. En zie dan ook vaak de vertwijfeling die Robin moedig genoeg was uit te spreken bij studenten op het moment dat we aan het eind zijn van een college en aangegeven hebben welke grote vraagstukken er liggen, welke uitdagingen er zijn, wat de complexiteit is van wet en regelgeving, hoe moeilijk het is om gedragsverandering te drijven. En ik moet er altijd voor oppassen dat ik de studenten niet in opperste vertwijfeling dan naar huis laat gaan. En heb me voorgenomen om dan toch altijd af te sluiten. En daarom heet mijn leerstoel ook duurzaam ondernemen en leiderschap. Om de rol van leiderschap te benadrukken. Enigszins geïnspireerd door de aanwezige filosoof ben ik van mening dat sommige dingen zo complex worden dat ze weer simpel zijn. En uiteindelijk als studenten vragen van ja, ik voel me zo overweldigd door deze problematiek en de complexiteit. Dat verlamt me. Wat kan ik er nou aan doen? Dan zeg ik altijd dat voor mij leiderschap een definitie is waarbij je niet probeert aan te geven wat zij moeten doen. Dat is nogal makkelijk. De overheid moet iets doen. Het bedrijfsleven moet iets doen. Grote bedrijven zeggen ook met midden- en kleinbedrijven moet ook iets doen. Het helpt zelfs niet als je zegt wij moeten iets doen, want wij kunnen ons nu voornemen dat we iets gaan doen. En dat beklijft dan misschien voor, zolang als we in de borrel nog napraten. En daarna vallen we toch vaak terug in oude gedragspatronen. Maar echte verandering ontstaat natuurlijk alleen maar op het moment dat je echt zelf verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. En voor studenten geldt dat ze bepalen waar ze later hun talenten deployen. Voor welke bedrijven of instellingen ze gaan werken. Studenten zijn ook consumenten, dus ze bepalen ook waar ze kopen, wat ze kopen en hoeveel ze kopen. En als ze wat verder zijn in hun carrière en hebben wat spaargeld, bepalen ze ook waar ze investeren. Dus uiteindelijk denk ik dat je dingen heel persoonlijk moet maken en het moet terugbrengen naar je eigen gedrag. En als we dat allemaal doen, dan maken we voortgang en hopelijk is dan wat er op het gebied van rapportage gebeurt en bewegingen die binnen bedrijven spelen, helpen om die problemen op een adequate manier aan te gaan en op te lossen. Ik geef daarbij ook altijd uit de klimaatproblematiek twee voorbeelden. Toen ik studeerde was zure regen en ozon iets waar wij wakker van lagen. Hebben we met elkaar dus denk ik goed aangepakt. Die problematiek is niet helemaal vergelijkbaar met een aantal problemen die we nu hebben. Maar toch, u ziet dat ik moeite doe om de studenten toch met een zeker positief gevoel naar huis te sturen. En ik hoop dat dat ook vandaag gelukt is, vanmiddag gelukt is. Ik wil u danken voor de aanwezigheid, voor de kritische vragen, voor het toehoren. En ik nodig u graag uit voor een drankje in Esplanade.